Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie VIRA. Ik heet iedereen van harte welkom, hier in deze zaal, maar ook mensen die het anderszins volgen. En ik vraag de gevierde getuigen binnen te leiden. Welkom, meneer Eurlings. Dank u wel. U wordt vandaag gehoord als getuige. En als getuige bent u verplicht de waarheid te spreken. Daarom zal ik u beëdigen voordat we met dit verhoor beginnen. En dan vraag ik u met de eed te bevestigen dat u de gehele waarheid en niet dan de waarheid zult spreken. Wilt u met mij gaan staan? De twee voorste vingers van uw rechterhand opsteken en mij nazeggen... Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. Neemt u plaats. Meneer Eurlings. De bode zet de microfoon op een goede stand, zodat onze stenografische dienst het goed kan volgen. U bent 3,5 jaar minister van Verkeer en Waterstaat geweest, van februari 2007 tot oktober 2010. Correct. U was minister in het kabinet Balkenende 4, een kabinet van CDA, Partij van de Arbeid en ChristenUnie. Het vervoer over de HSL Zuid was één van de dossiers in uw portefeuille. Ik denk dat de commissie kan zeggen dat het een belangrijk dossier was in uw portefeuille. Want in uw periode werd u ook geconfronteerd met diverse problemen. Bij het gereed komen van de infrastructuur, met de oplevering van het materieel, de V250-treinen. En er waren zorgen over de financiële vooruitzichten van HASA. Het bedrijf dat speciaal was ingericht om het vervoer tot stand te brengen. High Speed Alliance, een dochter van de Nederlandse spoorwegen, de NS. In dit voor hebben wij een aantal vragen voor u. Over onder meer de contacten met de Belgische partners, de staat en de Belgische spoorwegen, de NNBS. Wij zullen spreken over het materieel, over het dreigende faillissement van HASA. Wij spreken over de dochter verantwoordelijk in brede zin over het vervoer van de hoge snelheidslijn van Amsterdam naar Antwerpen en over de overeenkomst die u met de NS en HASA sluit om een faillissement te voorkomen van HASA. Wij gaan in op het memorandum van overeenstemming, MOU wel afgekort, en over de internationale ambities van de Nederlandse spoorwegen. Laten wij beginnen met de samenwerking tussen de Belgische staat en Nederland en Nederland en de NNBS. Want eigenlijk al vrij snel na uw aantreden brengt u een kennismakingsbezoek aan onze Belgische buren, onze zuiderburen. U maakt een kennismakingsbezoek bij de Belgische staatssecretaris. Ook daarna heeft u nog verschillende keren gesproken met uw Belgische ambtsgenoten over specifiek het vervoer over de HSL Zuid. Schetst u de opstelling van de Belgische staat en de Belgische vervoerder voor de commissie? Dank. Wat deze eerste vraag betreft, wat opviel in de relatie met de Belgen, was dat de afspraken zoals die rond het hoge snelheidsvervoer waren gemaakt, hier een duidelijke open eind toonden. Wat was er aan de hand? In mijn woorden gezegd, de NS had via de HSA een bieding gedaan, ik geloof 100 in de 70 miljoen per jaar, en probeerde daar aan het begin al het bedrag per jaar terug te snoeien naar beneden, door een aantal dingen. Eerstens vergroten men het garantievermogen, en ten tweede werd besloten dat het nog regelen van het vervoer, hoge snelheidsvervoer,
naar Breda en Den Haag niet in handen zou liggen van de regeringen van de twee landen, maar dat werd een verantwoordelijkheid gemaakt van de twee vervoerders, van dus de NS via de HSA, Holland Speed Alliance aan de Nederlandse kant, mm-hmm. en de NMBS aan de Belgische kant. Vervolgens mochten die twee vervoerders, als men er niet uitkwam, de hulp inroepen, de assistentie inroepen van hun bewindspersonen. En dat is dus in mijn tijd gebeurd, maar ook in de tijd van Carla Peijs. Hoe ik het voor de rest zou willen omschrijven, de bewindspersonen erkenden, ik heb er vier gesproken over al die jaren heen. Het begon met staatssecretaris Tuibens. Ik heb minister Vervotte gesproken, staatssecretaris Schoepen en vice-premier Van Akkeren. Alle vier moesten zij vroeg of laat erkennen dat Nederland het gelijk aan haar kant had. België moest namelijk een extra treinstel bestellen om Breda en Den Haag te kunnen aandoen. Maar vervolgens heeft het heel lang geduurd voordat er echt een opdracht door de Belgische regering aan de NMBS werd gegeven. Maar dat is dan strikt genomen een inleiding op mijn vraag. Wat vond u van de opstelling van de Belgen? Ik vond hem weinig doorpakkend of in elk geval erg van de treuzel, als ik het zo mag zeggen. Ik heb mijn ongenoegen daarover ook publiekelijk geuit. Het saillante is dat in de tijd van mijn ambtvoorganger, mevrouw Carla Peijs, die afspraak is gemaakt dat België, de Belgische spoorwegen, het extra treinstel zouden bestellen. Hoe duidde u die afspraak? Dat was een soort van ministeriële overeenkomst die niet afdwingbaar was. Dat was het probleem. Dus je had geen stok in handen. Je kon alleen met kracht van argument zeggen, we hebben het toch afgesproken, België zou het doen. Ja, dat moeten wij erkennen, zei men dan. En vervolgens gebeurde heel lang niets. Ik heb het publiekelijk zelf zo opgespeeld dat ik zei, op dezelfde dag dat Carla Peijs met haar Belgische collega het erover eens was dat België de NMBS het extra treinstel moest bestellen, werd nog een overeenkomst gesloten, namelijk dat Nederland de Hedwigpolder zou moeten ontpolderen. Wij weten allemaal wat voor een emotionele discussie die Hedwigpolder heeft veroorzaakt. Maar Nederland heeft uiteindelijk, hoe moeilijk dat ook was, haar afspraak gehouden. Ik heb de Belgische bewindspersonen vier op rij iedere keer voorgehouden. Goede buren verwachten dat nu ook u uw afspraak houdt. Ik heb wel eens gekscherend gezegd, wij kwamen terug naar Nederland vaak met een volle maag, want het was altijd met lunch werd er vergaderd, maar wel met lege handen. En pas op het allerlaatste heeft minister Vervotte mij een brief laten zien, waarin ze zei, hier staat zwart op wit, mijn opdracht als minister aan de NMBS om het treinstel te bestellen. Nou, toen dachten wij, dan heeft uiteindelijk 3,5 jaar moeite wel resultaat gehad en tot mijn grote teleurstelling blijkt ook dat niet geleid te hebben tot het bestellen van een trein. Nee, want de conclusies zijn uiteindelijk ook helemaal niet uitgevoerd, hè? Hoe vindt u dat nou als voormalig bewindspersoon? Zoals wij u altijd kennen? Wat vindt u daar nou van? Ik vind dat je in het bestuur, maar dat geldt denk ik in het algemeen het leven, dat je je aan afspraken moet houden. En ik heb mijn teleurstelling over het langzame reactie van het België niet onder stoelen of banken gestoken. Het was mijn inschatting dat de Belgische bewindspersonen echt wel wisten hoe het zat. Want vroeg of laat erkenden zij allemaal dat wij het gelijk aan onze kant hadden. Maar dat leidde niet direct tot actie. Aan de kant van de NMBS werd veel minder enthousiasme getoond. De heer De Scheemaker van de NMBS heeft zelfs een keer gemeld dat hij het aanrijden van Breda en Den Haag verlieslatend vond en eigenlijk meer een soort van prestige, in mijn woorden gezegd, prestigeproject, mm-hmm. waarmee hij aangaf er niet enthousiast over te zijn. Dat is het onderwerp verlieslatendheid, maar heeft de staat aan u, bij monden van de bewindspersonen met wie u sprak, u wel eens gewoon een reden gegeven waarom ze niet gewoon de afspraken uitvoerden? Nee, men moest het nog doen, zei men. Men moest het nog doen en men kwam het allemaal technische moeilijkheden, nou, die werden dan later weer opgelost. En dus uiteindelijk heeft het geleid, en meer kun je toch niet verwachten als je als een soort van scheidsrechter erbij wordt gehaald, zonder dat je de macht hebt het af te dwingen. Als jouw collega gewoon laat zien, ik heb nu de opdracht zwart op wit gegeven, ja, dan mag je toch in goed fatsoen ervan uitgaan dat dat dan ook leidt tot een besteld treinstel. U verwijst naar een document, maar laat mij dan ook het eerste document van deze hele analyse erbij pakken, namelijk de concessie. En eigenlijk al ten tijde van de concessie
We hebben er met diverse personen over gesproken. Bleek al dat er een heleboel losse eindjes waren. Hoe beoordeelt u dat nou als latere minister op dit dossier, dat er zoveel eigenlijk gewoon niet geregeld was? Ik denk dat het design van de hele hoge snelheidslijn tot heel veel problemen heeft geleid. Weet u, als je een hoge snelheidslijn aanlegt, het spoor aanlegt, de bovenleiding aanlegt, dat ook nog eens grensoverschrijdend doet, en ook nog eens met een beveiligingssysteem, wat ook nog de grens over moet op 300 per uur en veilig moet zijn, wat nog nooit zo heeft gefunctioneerd, is dat heel complex. En dan zou je eigenlijk niet alleen hele dichte afspraken met elkaar moeten hebben, maar ook afspraken die de partijen, toch zeker binnen één land, heel dicht tegen elkaar zetten. En ik trof toen ik minister werd een landschap aan van veel open eindjes, laat ik het zo zeggen, maar ook van heel veel belangentegenstellingen. Toen ik aantrad, dat herinner ik me nog eens de dag van gisteren, ben ik begonnen met allemaal debatten van mijn voorganger Carla Peijs door te lezen en brieven te lezen, om me echt in te lezen. En ik schrok heel erg, onder andere van het feit dat de verhoudingen zo gejuridiseerd waren, dat op een gegeven moment zelfs 1 of 2 maanden niet meer gesproken werd tussen de NS-HSA en het ministerie. Dat zijn dingen die kun je niet permitteren als je zo snel als dat kan die trein op die rails wil hebben. Maar had men het zich eigenlijk ook niet kunnen permitteren om dit soort zaken met de Belgen niet gewoon helemaal af te hechten? Want het werd uiteindelijk bij de vervoerders neergelegd die de ruimte kregen om elkaar de kiet uit te vechten, bij wijze van spreken. Ik denk dat het veel beter was geweest als dit aan het begin geregeld was. Ik vind het sowieso vreemd dat het bij de vervoerders leggen en daarmee wel behoorlijk onzeker maken van het extra treinstel waar je Den Haag en Breda mee moet aanhechten, dat je dat koppelt aan het verlagen van een gebruiksvergoeding. Je zag eigenlijk vanaf het begin, is mijn inschatting, dat er druk was, ook vanuit NS en HSA, om die gebruiksvergoeding naar beneden te krijgen. Ja, en dit is dan een los eindje wat daar dan gek maar waar een onderdeel van vormt. Dus mijn antwoord, te lang gesproken, excuus daarvoor, is ja, ik ben het met u eens. De heer Van Gerven. Ik wou nog even, u zegt van het had eigenlijk tussen de landen, tussen België en Nederland, had eigenlijk het rijden, zeg maar, het grote probleem Den Haag, Breda, Brussel, die lijn, die was niet geregeld. Dat had eigenlijk in een verdrag of in een hard document geregeld moeten worden, wat afdwingbaar was. Ik kan mij vanuit mijn tijd als Kamerlid nog herinneren, toen ik onderdeel van uw parlement mocht zijn, dat de discussie over de noodzaak dat ook Breda en Den Haag als regeringsstad, Breda als belangrijke zuidelijke stad, een aanhechting op het hoge snelheidslijn moesten hebben, dat dan een belangrijke discussie was. Als je die discussie zo belangrijk vindt, dan was het veel simpeler geweest als je bij de beginafspraak dat gewoon helemaal had afgelegd. En zegt u nou, uiteindelijk heeft het heel lang geduurd. Waarom heeft dat bij de Belgen zo lang geduurd? Was dat puur het feit dat het voor de Belgische spoorwegen een verlieslatende traject was? Want u heeft dat natuurlijk bestudeerd. Nou, dat zult u echt, want ik probeer heel precies te zijn, dat zult u echt aan de Belgen moeten vragen. Ik constateer dat de bewindspersonen, de een sneller dan de ander, stuk voor stuk toegaven. U heeft het gelijk aan uw kant. Wij staan aan de lat om dat extra treinstel te bestellen. Vervolgens gebeurde er heel lang niets. En ik had geen manier om het af te dwingen. Dat was het probleem. Wij konden puur assistentie verlenen aan de Nederlandse Spoorwegen HSA en de NMBS die het moesten regelen. En ik heb u gezegd, er is één zaak, die heb ik hier opgeschreven, op 28 oktober 2009 heb ik in elk geval kunnen achterhalen in de stukken dat de heer de scheemaker van de NMBS wijst op een ander argument, namelijk de verlieslatendheid en de symbolische waarde van de bediening van Den Haag aan Breda. Daar spreekt in elk geval niet heel veel enthousiasme vanuit de NMBS uit. Maar goed, daarom kwam de NS natuurlijk ook bij ons als regering om te helpen, want men kwam er met de NMBS niet uit. Zeker, maar dat is u later geworden, dat laten we de scheen maken dan het argument zegt, nou, het was voor ons een verlieslatende lijn en daarom zijn we daar niet voor. Dat was niet een analyse die u, zeg maar een achterliggende analyse die u gemaakt heeft toen u met de Belgen aan het lunchen was. Het is zo dat er eerder oneenigheid was wie het moest doen. De NS, HSA, sorry dat ik die samen noem altijd, ik moet zeggen HSA,
en of de NMBS. Men kwam er niet uit. Toen is Carla Peijs erbij geroepen en de toenmalige Belgische bewindspersoon. En die hebben gezegd, nou, de NMBS gaat hem bestellen. Maar die afspraak was niet afdwingbaar en vervolgens gebeurde die bestelling maar niet. Tot aan het eind van mijn ministerschap, toen gewoon minister Vervotten mij een brief liet zien, waarin gewoon de opdracht stond aan de NMBS. Ik, minister Vervotten, geef nu de opdracht die trein te bestellen. En toen dachten wij, nou, het heeft veel energie gekost, maar met veel praten hebben we uiteindelijk de Belgen, de NMBS, zover gekregen. En dat was ook de inschatting. En des te teleurstellender dat het dan toch niet gebeurt. Maar meer dan dat kun je als minister niet binnenhalen. Goed, de trein is er niet gekomen van de NMBS. Ik geef het woord aan mevrouw Vos. Ja, meneer Ullingsen, we gaan het inderdaad over de trein hebben. En ook over wat uw rol kon zijn bij die materieelbestelling. In april 2007 meldt u de Tweede Kamer dat HSA heeft laten weten dat er opnieuw sprake is van vertraging van de levering van die, dat heette toen nog de V250-treinen, de Vira's dus. Een eerdere vertraging had er al toe geleid dat uw voorganger, minister Peijs, afspraak had gemaakt over het starten van vervoer op die lijn met ander materieel, die zogeheten Trax-locomotieven. En u spreekt met de Tweede Kamer een aantal keer over de vertraging van het materieel. Maakt u zich nou zorgen over de uiteindelijke levering van dat van die V250-treinen? En waarover precies maakt zich dan zorgen als dat zo was? We maakten ons natuurlijk zorgen over de vraag wanneer het materieel er was. Maar u ziet dat ook in mijn tijd, net zoals bij mijn voorgangers, dat beeld steeds verder verschoof. Ik heb in het begin gemeld dat daar waar Carla Peijs de aandachtsdatum vervoer op 1 oktober 2008 had gezet. Mm-hmm. In normale mensentaal aandachtsdatum vervoer, dan is het spoor gereed. Dat wij dachten dat vanaf dat moment ook de eerste Italiaanse treinen zouden gaan binnenrollen. Dat was ons gemeld door de HSA. Dat was het beeld. Nou, later zie je dat dat steeds verder naar achter glijdt. En wat wij dus zijn gaan doen, inderdaad, en dat heb ik zo krachtig als mogelijk doorgezet, is voor de time being een terugvaltrein ook echt op de rails te krijgen. En dat was de Trax. De wat ouderwetse, als ik dat zo mag zeggen, locomotief die met 160 km per uur over het traject moest gaan rijden. Ja. Heeft u ook wel eens overwegen om zelf met de leverancier Ansaldo Breda over die Italiaanse treinen in overleg te treden? Het saillante is dat uit mijn hoofd artikel 30.1 van de concessieovereenkomst het de overheid niet toelaat om rechtstreeks met de leverancier van de vervoerder te gaan praten. Ik heb mij wel heel actief bemoeid tegen de leverancier van de vervangende trein. Maar daar had ik die restrictie niet. Want met Ansaldo Breda mocht u dus niet praten. Weet u wat de achtergrond was van het artikel 30.1? Nee, dat weet ik niet. Maar goed, u mocht dus niet met Ansaldo Breda praten. Wat ik nog wel kan vertellen. In de voorbereiding, de weken hier voorafgaand, ben ik nog eens door al die momenten heen gegaan. Wat ik op een gegeven moment wel gedaan heb, is toen wij, de Europese ministers, bij de informele transportraad waren in La Rochelle, dat is in Zuid-Frankrijk, onder Frans voorzitterschap. Toen brachten wij een werkbezoek aan Alstom, aan de fabriek al daar. Toen heb ik de president van Alstom gevraagd. Ik zeg, ik ga er niet over, ik mag er niet eens over gaan. Maar zou u in staat zijn, als de NS nu alsnog zou switchen of de HSA, zou u in staat zijn snel treinen te leveren? En toen zei hij mij, helaas, het orderboek zit vol. Dus dat heb ik wel nog een keer gecheckt. Goed, bij de Fransen kon hij het ook niet krijgen. Maar u had het er net al over, die Trax-locomotieven door Bombardier. Kon u zich daar wel mee bemoeien? Zeer zeker, dat was een tijdelijke concessie. Zouden die in worden ingezet? Ik heb de heer Navarri, dat was de eerste man van Bombardier, in elk geval twee keer aan mijn tafel gehad. En ik geloof ook nog een keer samen met de NS en de HSA. Zeker. En waarom kon u zich wel met Bombardier bemoeien over die levering van die Trax-locomotieven? Omdat dat een tijdelijke concessie was waarin die gekke bepaling niet stond. Maar is dat nou totaal arbitrair of je je wel of niet als staat mag bemoeien met het materieel? Ik ben zojuist naar uw voorzitter begonnen te zeggen dat ik alles overziend echt vind dat je je de vraag moet stellen als je zo'n complex product op de rails wil zetten. Eerste hoge snelheidslijn waar je met 300 per uur met een nieuwe beveiligingstechniek over de grens gaat. Of je niet veel meer een construct moet kiezen waarin de partijen heel innig samen proberen dat zo snel mogelijk te doen. Ik constateer dat in het concept, product wat gekozen is,
er heel veel paaltjes stonden en hekjes stonden, waarvan ik zelf, weinig enthousiast werd. En ik heb zelf vanaf het begin geprobeerd, dat kunt u ook zien, en de Kamer stond daarachter, te ontjuridiseren. Ik zeg, wij moeten uit die loopgraven. En voor mij was daar het meest prangende, slechte beeld van, dat de loopgraven zo betrokken waren dat 1 of 2 maanden zelfs geen contact meer was tussen het spoor en ministeriële bestuur. Goed, en nog even over die V250-treinen, die later dus Vira-treinen worden. U krijgt een advies, en dat krijgt u in de zomer van 2008, hè, dan had eigenlijk dat ding al moeten rijden. Dan wordt het volgende geschreven, dat advies. Die V250-treinen van Ansaldo Breda worden officieel nog steeds eind 2009 verwacht. Maar informeel geeft HSA aan dat de treinen niet voor 2010 zullen instromen. En de werkelijke datum waarop deze treinen inzetbaar zijn is niet te voorspellen. Daarvoor ontbreekt, ook bij HSA, voldoende inzicht in de voortgang bij de bouw van deze treinen. Ervaringen met Ansaldo Breda en Denemarken wijzen uit dat na aflevering van de treinen nog aanpassingen nodig zijn voor de treinen inzetbaar zijn. Dat klonk dus best zorgelijk. En ik zei net al, ik kon niet direct bij Ansaldo Breda ingrijpen. Maar heeft u wel eens met HSA gesproken over de mogelijkheid om de overeenkomst met Ansaldo Breda te ontbinden? Ja, u kon wel HSA aanspreken. Ik heb allereerst altijd heel open gecommuniceerd over hoe het met het materieel stond. En heb hard gewerkt om in elk geval een vervangende 160-trein te realiseren. Ten tweede heb ik, maar nu moet ik echt gaan gissen, maar dus zover als ik het mij herinner, heb ik wel eens gezegd, hebben jullie niet een keihard contract met resultaatsafspraken? En dat bleek nogal tegen te vallen. Daar komt bij dat altijd zo is dat je met nieuwe techniek, en dat was een nieuwe trein, dat niet mag onderschatten. En wat dat betreft heb ik heel bewust gezegd, ik ga als minister in alle openheid alle risico's aangeven zoals ik ze zie. De integrale risicoanalyse is ook wat de Tweede Kamer bij het rapport van Sharon Dijksma had gevraagd, en ik geloof ook de TCI-commissie had daarop gedrukt. Het is een integrale risicoanalyse waarin je niet meer je deelterreintje pakt, je eigen risicootjes, maar zegt nee, ik zie nog het risico, want ik krijg gemeld dat die trein nog later komt. Hoe kunnen we dat opvangen? Dus zo reëel als mogelijk. Ja, dus u heeft veel gecommuniceerd, maar u zegt net hè, dat het contract viel tegen. Waarop viel dat tegen toen u dat contract zag? Dat weet ik niet, dat zou je aan de NS moeten vragen, maar het bleek dat die bouwer dus minder snel leverde dan men had gedacht. Wat daarbij in het begin nog speelde, was nog een dispuut tussen de NS-HSA aan de ene kant en het ministerie aan de andere kant, waarbij de NS zich op het standpunt stelde van ja, die treinen komen veel later, maar dat komt omdat de politiek te laat kwam met de definitie van het veiligheidssysteem. En daar is alles op gestokt. Ik zeg het nu op mijn manier. Dat was de zogenaamde ERTMS. De TSI-claim, de ERTMS-claim. Ja. En dat was een substantiële claim. Dat ging volgens inschattingen, kon dat, het was risicovol hoe die afliep, wel een schadepost zijn voor de overheid van om en nabij de 200 miljoen. Sommige mensen noemden zelfs 250 miljoen. En de landadvocaat wist ook niet zeker wie dat ging winnen. Vervolgens hebben wij later, zullen we wel een keer op terugkomen straks in het gesprek, bij het MOU die claim kunnen doorstrepen. Vanaf dat moment dat die claim was doorgestreept, was het dus helder dat de vertraging van die Italiaanse treinen echt zaten bij de treinbouw as such. En wist u nog of HSA en NSFSC, dus de daadwerkelijke koper van de treinen, hebben overwogen om dat contract op te zeggen? Is dat u nog geworden? Sorry, kunt u die vraag... HSA en NSFSC, de partijen die treinen kopen. De NMBS. Nou, de NMBS ook, ja. Maar als we het even hebben over de Nederlandse partijen, waar u natuurlijk als minister... Oké, sorry. Ja. Minister over gaat. Weet u of zij dat nog serieus hebben overwogen om dat contract op te zeggen? Samen niets van bij, nee. En heeft u de mogelijkheid om het... Ik heb dus wel zelf, maar dat was meer van mijzelf. Ja. Want ik kan u zeggen dat ik geduld is niet mijn schoonste kenmerk, dat ik nogal baalde van dat steeds weer verder uitstellen. Ik heb dus zelf, toen ik bij Alstom kwam, nog een keer gecheckt van zijn er überhaupt nog mogelijkheden? Het is niet mijn ding, maar zou het kunnen? En daar kreeg ik een signaal van ja, dat gaat nu niet meer, want het zit hier vol. En heeft u ook nog met de Kamer gedeeld of het ontbinden van het contract met Ansaldo Breda mogelijk was? Niet wat ik me zo herinner, maar dat zult u beter weten dan ik. Dat is stukken goed bestudeerd hebben. Het punt was, nogmaals, ik kan mij wel herinneren dat aan de orde is geweest. Hebben jullie geen afdwingmogelijkheid? Mm-hmm. Dat bleek niet mee te vallen, zoals het mij tenminste in mijn woorden verteld is, als ik me dat herinner.
En daarbij, ja, de trein moet wel gebouwd worden. En dat kunnen wij hier in Den Haag niet doen. Ja, want het is wel gedeeld met de Kamer, die mogelijkheid. En dat is een uiterste mogelijkheid, dat scenario. Maar waarom heeft u dat dan met de Kamer gedeeld, denkt u? Ik heb mij voorgenomen aan het begin van mijn ministerschap om alles te delen wat op mijn pad kwam. Omdat ik daar echt in geloof bij zo'n moeilijk proces waarin je een hele moeilijke start hebt. Een moeilijk construct met allemaal belangentegenstellingen. Terwijl we toch samen voor die trein en voor die reiziger zouden moeten gaan in die trein. Alles gewoon open te wisselen. Dus als er, maar ik kan me niet meer alle details herinneren, maar als er meldingen kwamen, dan zou ik die zeker doorgegeven hebben. En rekent u erop dat ik zelf... zeker die vraag heb gesteld van zijn er nu echt geen alternatieven meer? Men heeft gekozen voor een trein die nog ontwikkeld moest worden. Dat is wat ik aantrof. En dat is altijd qua ontwikkelingstijd een veel onzekerdere tijd dan het kiezen voor een trein die al lang rijdt en van bewezen techniek is. Maar als ik het zo samenvat, ingewikkelde opdracht. En u zegt, ik heb als minister alles gedaan wat ik zou kunnen doen, maar ik kon eigenlijk behoorlijk weinig als het ging om het contract met Ansaldo Breda. Het contract van Ansaldo Breda was niet het contract wat de overheid had. Dat was een contract wat de Nederlandse provincie... mocht dat ook niet vanwege de concessieovereenkomst. Ja, maar los daarvan, ik denk dat het gewoon een feit is dat die treinen steeds later kwamen. En met de wijsheid van nu, maar dat is toen ook gewisseld volgens mij, neem je gewoon extra risico als je een trein koopt die nog nooit gebouwd is. Tegenover een trein die al sinds jaar en dag in Frankrijk met topsnelheden over de rails gaat. Nou, die keus was gemaakt. Er was geen snel alternatief meer voorhanden, even los van de hele contractvraag. De orderboeken zaten vol, was het beeld. Bij Alstom, ja. En dus moesten wij, en dat was wat ik kon doen, zo goed en zo kwaad als het ging, me inzetten voor een tussentijds alternatief. Dat heeft u gedaan. Zodat de rails, zodra de rails beschikbaar was, in elk geval reizigers al van enige tijdwinst zouden kunnen profiteren. Oké. Ik geef het woord aan de voorzitter. Ja, dat is misschien goed om één punt even te markeren. Wij stellen veel vragen, ook vragen wat u met de Kamer heeft gedeeld. En dat doen wij omdat wij ons realiseren, en het is ook in eerdere verhoor aan de orde geweest, dat er heel veel vertrouwelijk is geïnformeerd. Dus als wij u op een aantal momenten zullen vragen, heeft u dat gedeeld? Is dat niet omdat wij dat niet zouden weten, maar het is belangrijk om hier bepaalde zaken te adresseren. Okay. Juist gelet op het feit dat op dit dossier opvallend veel vertrouwelijk is gecommuniceerd. Ik geef het woord aan de heer Elias. Een grote uitdaging, meneer Eurlings, in uw bewindsperiode is het dreigende faillissement van High Speed Alliance. En dan zitten we in de zomer van 2007. Uw departement is dan met HSA in discussie over het mogen inzetten van het garantievermogen van 200 miljoen euro door HSA. Dat was, nou ja, kun je verschillend tegen aankijken, maar er zijn mensen die zeggen dat was bedoeld om in de exploitatieperiode, vanaf het moment dat die treinen dan ook gingen rijden, daar eigenlijk wat verdiend zou worden, als buffer te hebben. HSA zijn niet te min. Ja, ons werkkapitaal van 44 miljoen euro is inmiddels uitgeput. Ja. En we willen graag dat garantievermogen aanspreken. En de staat die stelt zich dan op het standpunt dat dit garantievermogen beschikbaar moet blijven voor die exploitatiefase waar ik het net al over had. Was u op de hoogte van die discussie? Ik was op de hoogte van de discussie of het garantievermogen niet vergroot zou kunnen worden. Dat is een discussie die wij nadrukkelijk hebben gevoerd, waar ook het ministerie van Verkeer en Waterstaat en ikzelf ons voor hebben ingezet. Ja, en hoe werd die discussie uiteindelijk beslecht? Die discussie werd beslecht en ik ben daar de laatste weken echt nog gaan zoeken naar wat ik aan documenten kon vinden. Mijn ambtenaren hebben gemeld op verschillende momenten dat de aandeelhouder, want die zou dat moeten regelen, de NS niet wilde of kon dwingen dat garantievermogen te vergroten. En er werden verschillende argumenten vanuit financiën werden daar bij ons teruggenoemd. En de argumenten zijn onder andere dat men zich niet in zo'n actieve aandeelhoudersrol zag. Ten tweede dat men niet de NS wilde pushen haar dochter te steunen, terwijl die dochter een slechte business case had. Ik zeg het op mijn manier, dat dat er niet goed uitzag. En ten derde dat men de discussie niet wilde vertroebelen met de dividenddiscussie, waar men ook mee bezig was met de HSA en met de NS, bedoel ik te zeggen. Daar komen we allemaal nog op. Allereerst in dit gesprek om een paar dingen niet te vertroebelen voor degenen die het volgen.
met aandeelhouder bedoelde... er zijn twee soorten aandeelhouders. De aandeelhouder ministerie van Financiën, die aandeelhouder is in de NS. Zeker. En de NS, die aandeelhouder is voor 95% zelf op dit moment, op het moment waar we nu zitten. Daarom zei ik dus tussen... Van HASA. Zeker, dus Financiën maar... wilde niet haar dochter, als je het zo mag zeggen, nee. NS dwingen in haar dochter... Ja. Een extra garantievermogen ter beschikking te stellen. We stellen vast dat dat garantievermogen op dat moment niet kon worden ingezet door HSA. Nou, wij wilden het verruimd hebben, ja. Omdat wij wilden vanuit verkeer, was onze insteek, dat iedereen stappen zou moeten zetten om een faillissement af te wenden. Faillissement wat dreigde omdat de rails wel klaar kwam, maar de treinen er nog niet waren. Dus in die tussenperiode wilden wij de HSA niet failliet laten gaan. Vervolgens hebben wij op andere manieren wel de HSA daar stappen in laten zetten. Bijvoorbeeld het laten vervallen van die ERTMS-claim. Ja, ook daar komen we op. Maar ik wil even naar het punt. Er dreigen acute liquiditeitsproblemen bij Highspeed Alliance. Ja. Daar is uw departement van op de hoogte. HSA kan simpel gezegd de rekeningen bijna niet meer betalen. Werkkapitaal is op en het vormt voor HSA de aanleiding voor de discussie om het garantievermogen in te zetten. Houdt u in die periode, u zei het net ook al, rekening met het scenario dat HSA daadwerkelijk failliet zou gaan? Ik heb uit nota's teruggelezen dat, en ik ook mijn eigen herinnering is, dat er wel eens werd gedreigd met, ik zeg het op mijn manier, anders laten we de HSA toch gewoon failliet gaan vanuit de NS. Ik heb zojuist het gesprek gevolgd dat oud-president-directeur meneer Meerstad met uw commissie heeft mogen hebben. En daarin zei hij dat hij mij ook ergens tijdens een werkbezoek zoiets gezegd zou hebben. Wat ik zwart op wit kan achterhalen is dat een nota van de directeur-generaal Rijkswaterstaat in mijn richting voor een van die gesprekken ook zegt dat wij niet willen accepteren dat er weer met faillissement wordt gedreigd. Daar staat dan wel nog onder dat wij ervan uitgaan dat het slechts een dreigement is. Waarom maak ik die opmerking? Ik maak die opmerking omdat het in ons belang was dat de HSA door de vertraging van de treinen, die paar jaar, die tussenfase, niet zou omvallen. Want als de HSA zou omvallen, zouden de treinen nog veel later op de rails staan. Dat is niet alleen de stellingname van mij en mijn ministerie, dat is geverifieerd door de landsadvocaat. Dat ziet u heel nadrukkelijk in het advies nummer 2. Van de landsadvocaat in hele duidelijke termen. Tegelijkertijd zou het ook financieel een grote aderlating betekenen. Je merkte bij de Nederlandse spoorwegen continu eigenlijk de druk om de gebruiksvergoeding naar beneden te krijgen. Dat was het echte verhaal. En een van de mogelijkheden, maar dat was een paardenmiddel, had natuurlijk kunnen zijn dat men de concessie teruggaf of de HSA daarmee buiten werking stelde. Nee, maar dan waren wij dus zowel qua vervoer als qua financiën waren wij slechter af dan dat we de HSA op dat moment niet failliet lieten gaan. Ja, maar u bent nu doorgeschakeld naar 2008, daar komen we nog op. We hebben het nu over 2007. Er wordt bij u op het departement gemeld door HSA CQNS. Het ziet er slecht uit, er zijn problemen, we dreigen failliet te gaan. Daar was u van op de hoogte, dat wist u ook. Dat zal mij zeker gemeld zijn. Ja. Ja. Hoe schat u de gevolgen van zo'n faillissement, zo'n eventueel faillissement van de HSA in voor de staat? Nou, laat ik eerst zeggen, toen dat gemeld werd, wij hadden geen informatie. En daar begint het mee. En als u de stukken erop naleest, heb ik in 2008 zeker 7 gesprekken zelf gevoerd met de directie van de NS-HSA. En nog hadden we niet alle informatie die we moesten hebben. Ja. En dat vind ik echt slecht. Dat vind ik zelfs, als je samen die trein op de rails wil krijgen, onacceptabel en maatschappelijk onverantwoord. Ja. Hoe je dat inschat voor de staat als de HSA zou omvallen, dat staat heel nadrukkelijk vermeld in het advies van de landsadvocaat, advies nummer 2. Daaraan staan hele duidelijke teksten wat dat zou betekenen. Ik kan er u een paar... Ik vraag u nu naar de... Nou, laten we zeggen, ook de politieke inschatting die u als minister maakte. Wat zou dat voor mij, voor ons, voor ons departement, voor Nederland betekenen als de club die dat hoogsnelheidsvervoer zou gaan exporteren om zou vallen? Als het omvallen van de HSA geleid had tot sneller treinen op de rails, had ik de HSA met alle liefde laten omvallen. Het was slechts door de constatering, gevalideerd door de landsadvocaat,
dat het omvallen van de HSA voor nog veel grotere problemen zou leiden. Voor de treinreiziger vooral, nog latere treinen. En ook voor de staat, voor de financiën, een nog onaantrekkelijkere situatie. Dat ik in alle openheid gekozen heb de HSA binnen de nauwe marges die er zijn, dat is een hele nauwe marges, overeind te houden. En dat is een voorkeur die niet alleen ik heb geuit, maar die ik ook met het parlement heb gedeeld en waar de meerderheid van het parlement mij in is gevolgd. Too big, too fail. Het alternatief was slechter dan het overeind houden van de HSA. En daarmee was het de minst slechte oplossing in een heel erg moeilijke situatie. Ja. Even een tussenvraag. Uit allerlei stukken die we hebben blijkt, en ook uit wat u nu vertelt, dat alle informatie niet beschikbaar kwam van de kant van de NS en de HSA over die business case en de onderliggende cijfers van HSA. De heer Misdaad heeft hier vandaag verklaard dat alles wat u wilde hebben, dat u dat kreeg, als u er maar om vroeg. Was dat destijds ook uw ervaring? Nee, dat herken ik echt niet. Wat bedoelt u met herken ik niet? Was dat feitelijk onjuist? Dat herken ik echt niet. Ik voelde mij meer thuis bij datgene wat de heer Veenman hierover zei, want die had een wat andere smaak gisteren. Het gaat mij om bij u te vragen nee, wat u niet, toen, ik ben wat zeker u toen niet. Als feit ervoer. Nee, zeker niet. Ik ben zeker niet met hem eens. Ik zal het u precies uitleggen. Ik heb zelf op 21 maart 2008 mijn eerste gesprek gehad met de top van de NS en de HSA. Waarin men zei, we hebben echt financiële problemen. Waar kwam dat door? Wat triggerde dat? Natuurlijk het feit dat de rails bijna klaar was. De rekening zou gaan lopen, maar men had nog niet of niet voldoende treinen om inkomsten te krijgen. Dus in die tussenfase dreigde men om te vallen. Vervolgens heb ik een tweede gesprek gepland voor 18 augustus. En ik heb dat gesprek vlak van tevoren geannuleerd. Omdat ik echt de lijn heb getrokken, als ik geen informatie krijg, ga ik niet eens meer spreken. Ik denk dat dat genoeg zegt. Ja. Vervolgens is er iets van informatie gekomen, hebben we de 20 augustus toch weer gesproken. We hebben op 3 september gesproken, op 10 september, op 6 oktober. Ik moet constateren... Het is allemaal 2008, hè? 2008. Ja. Dat in al die gesprekken uiteindelijk iets van informatie kwam. Na jarenlang, waarin ook Carla Peijs al zei, ik heb de informatie niet, ik wil ze graag hebben. Waarin in mijn tijd als Kamerlid in 2002, toen over tariefsrestrictie ging, minister De Boer zei, ik krijg geen inzicht. En daarmee wordt die tariefsrestrictie misschien gebruikt voor vet op de botten in plaats van extra's. Kort en goed, u zegt feitelijk, wij vroegen wel degelijk om informatie en om cijfers en we kregen het niet. Absoluut. We hebben dus uiteindelijk, om heel precies te zijn, dat kunt u ook teruglezen in de PwC-rapportage, hebben wij na lange druk in 2008, hebben wij informatie gekregen over de acute liquiditeitsproblematiek in 2008 zelf en over de slechte vooruitzichten in 2009 en 2010, toen er weinig treinen waren, maar de rekening wel betaald zou moeten worden. Dat hebben we op PwC laten checken. Daar hebben we op kunnen ingrijpen. Maar we hebben ook maar al die verzuchtingen in interne stukken van het ministerie van Financiën gezien. Van het zou eens tijd worden en precies, maar om het heel precies te stellen. De business case, als de treinen vol zouden rijden. En dat is waar de bieding op gebaseerd was in 2001. Wanneer was het? En de hele business case van de NS-HSA. Daar kregen wij dus ook in 2008 niet het inzicht in. En konden wij dus ook geen conclusies over trekken. Leest u wat dat betreft PwC, het spreekt heldere taal. Zeker, dat hebben we ook allemaal gedaan. In juli 2007, ik ga toch nog even terug naar die periode, spreekt u met de Kamer over de HSL Zuid. Een aantal fracties stelt ook vragen over de financiële situatie van de HSA. Dat was de Kamer van op de hoogte. Dat was overigens een openbare bijeenkomst, een algemeen overleg noemen we dat hier. Ja. En in reactie op die vragen geeft u aan, en ik citeer, dat u... citaat, geen enkele aanwijzing heeft dat HSA failliet zal gaan. Van waar deed u die mededeling? Ik weet niet precies hoe ik dat gezegd heb. Moet precies ik zeggen, zoals maar ik het nu citeer. Het kan zijn dat de HSA aangaf dat men problemen had, maar ik had geen enkele cijfers om wat dan ook te staven. Echt niets. Als u de geschiedenis terugleest, heeft de HSA zich ook gemeld bij Carla Peijs in 2004. Probeerde men eigenlijk over de jaren heen, dat is een constante, te heronderhandelen over de gebruiksvergoeding die men had afgesproken. Dus het beeld drong zich op dat men knel zat met die veel te hoge bieding en dat men op tal van momenten probeerde alsnog die prijs naar beneden te krijgen. Ik geloof ook dat de heer Meerstad in het gesprek eerder vandaag ook ruiterlijk heeft toegegeven dat hij het MOU
dat hij eigenlijk niet zo heel tevreden mee was, omdat hij de gebruiksvergoeding naar beneden had gewild. Dat komt allemaal later. Mijn vraag is, geen enkele aanwijzing dat HSA failliet gaat, dat is heel stellig. En dat laat zich moeilijk rijmen, die mededeling van u in de Kamer, met het feit dat er door de adviseur, aangetrokken door het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de heer Van Krieken, in 2001 berekeningen waren gemaakt waarin tot op het jaar nauwkeurig was uitgerekend wanneer HSA failliet zou gaan, namelijk 2011. De brief in 2004, de brandbrief, die de heer Dupke schrijft aan mevrouw Peijs en zegt, we gaan failliet, gaat niet goed. De discussie die er is geweest met mevrouw Peijs en de heer Zalm dat het mis zou gaan. De vraag is dus of u op dat moment de Kamer wel naar waarheid informeerde. Ik zal de Kamer altijd naar waarheid hebben geïnformeerd. Ik heb zelf onderdeel van die Kamer uitgemaakt. Ik weet niet hoe ik het toen precies gezegd heb. Dat citeerde ik net. Nou ja, goed, ik constateer en ik kan me dat moment niet herinneren dat ik dat gezegd heb, dat ik in alle openheid altijd met de Kamer heb gecommuniceerd. Daar heeft de Kamer ook vaak waardering voor uitgesproken. Ik zou geen enkele reden hebben om dit onder de pet te houden. Het enige wat ik mij kan voorstellen, als u mij hier zo mee confronteert, is dat ik pas zelf enig inzicht begon te krijgen in wat is nu waar van al die tijdingen. Want men probeerde continu die prijs van die gebruiksvergoeding naar beneden te praten. Dat was in 2008, toen wij tenminste voor 8, 9 en 10 ietsje pietje van informatie kregen. Nee, en voor dat moment... Maar ik stel u gewoon de vraag, dat snap ik, u geeft daar ook een verklaring voor. U had die cijfers niet, dus u wist dat niet, zei u, maar dat is nog iets anders dan meedelen. Er is geen enkele aanwijzing voor. U had wel degelijk aanwijzingen dat er wat loos was. Sterker nog, in 2001, in 2004 al. En we zitten nu in 2007. Dus dat is een heel sterke uitdrukking. Geen enkele aanwijzing. Nee, ik weet niet hoe ik het letterlijk gezegd heb. Ik citeer u letterlijk. Ik kan me niet anders dan voorstellen dat ik daar gewoon bedoeld heb te zeggen dat ik geen cijfers had die een dreigend faillissement van de HSA zouden aangeven. En dat was precies weer de kern van het probleem. Vanaf 2002 de tariefrestrictiediscussie, 2004 Carla Peijs, die zelf ook zegt, ja, ik heb geen informatie. Iedere keer werd gezegd, wij dreigen om te vallen, maar nooit kwam er met cijfers. Ja. En dat heb ik zojuist. Maar het blijft toch een merkwaardige situatie voor de commissie ook, om vast te stellen dat u op 4 juli 2007 zo stellig die uitspraak aan de Kamer doet. En dat u op 13 september, dat is 2 maanden later, een voorschot van 10 miljoen uitkeert, omdat HSA zo in de problemen zit. Dat laat zich moeilijk rijmen. Ja, maar goed, wij kunnen over die ene zin blijven praten. Ik kan hem me niet herinneren, zeg ik eerlijk. Ik stel u gewoon de vraag. En ik zeg u dat ik ook geen enkele reden had het anders voor te doen dan het was. Ik was wel zeer geïrriteerd over het feit dat iedere keer van alles werd gezegd, maar ik zelf geen enkele informatie had of de HSA failliet zou gaan of niet. En ik kan me niet anders dan voorstellen dat ik het toen zo bedoeld heb. Maar u zegt zelf... Dat wij een voorschot hebben gegeven van een schadevergoeding die men toch zou krijgen. En toen men uiteindelijk in 2008 echt bij mij kwam en zei, nu hebben we een liquiditeitsprobleem. Toen hebben we uiteindelijk iets van informatie gekregen en kon ik op dat vlak ook heel open en stellig zijn. Ja, over die liquiditeitsproblemen heb ik nog vragen, maar ik geloof dat Van Gerf op dit punt iets wil vragen. Ja, meneer Eurlings, ik wil even toch nog stilstaan bij dat... debat, dat commissiedebat wat er geweest is op 4 juli 2007. Ik citeer de VVD-fractie. Die zegt, vindt de dreiging van een eventueel faillissement van HSA zeer ernstig. Dat zegt de VVD. Het CDA eigenlijk idem dito. Dan GroenLinks in dit geval. Het grootste risico is het dreigende faillissement van HSA. Sinds 2003 is daar discussie over. De HSA heeft er zelf voor gewaarschuwd en McKinsey heeft gewezen op het risico van een tekort oplopend tot 800 miljoen. Ook de landsadvocaat heeft gewezen op het grote risico. En wat is het oordeel van de minister op dit punt? Dat wordt dus gevraagd en dan zegt de minister, er is geen enkele aanwijzing dat HSA failliet zal gaan. Dat zegt het verslag. Maar daarmee zal ik dus bedoeld hebben dat wij geen enkele informatie hadden die dat kon staven. En u kent het rapport van McKinsey uit 2004. Ja, natuurlijk ken ik dat. U kent, daarin staan al de onheilspellende wolken zijn zichtbaar. U heeft ook het advies van de landsadvocaat. Daar wordt in de
in het commissiedebat over gerept. Hoe kunt u dan op dat moment stellen dat er geen aanwijzingen zijn dat HSA failliet zal gaan? Ik weet niet nogmaals hoe ik het letterlijk gezegd heb. Ik blijf u zeggen dat wij geen informatie hadden. McKinsey zei dat de HSA, als ik het in mijn termen mag zeggen, zo hoog had geboden dat alles moest meezitten om het goed te laten komen. Vervolgens zei men ook dat het misschien tientallen procenten lager had moeten zijn, die bieding. Wij hadden geen enkele informatie om wat dan ook te staven. Als ik één zin nog mag uitspreken. U ziet dat ook bij mijn voorganger de druk werd opgevoerd om die gebruiksvergoeding naar beneden te krijgen. Nee, maar het gaat niet om die druk. En ik had geen informatie. Ik had geen informatie waarin ik wat dan ook kon staven, anders dan van horen zeggen van hun kant. Ik had werkelijk geen enkele reden om niet heel open te zijn op het moment dat die informatie er wel was. Sterker nog, in 2008 zeiden sommigezelfde mensen in de Tweede Kamer, het gaat u niet te ver met het MOU. Ja, het gaat om het feit dat er gesproken wordt over een groot risico dat HSA failliet gaat. In het debat op 4 juli in 2007. En daar wordt door allerlei partijen daarop gewezen. Daar wordt het rapport van McKinsey aangehaald, waarin alle scenario's de seinen op rood staan voor HSA. U heeft die informatie en toch spreekt u geruststellende woorden. Ik verwacht niet dat HSA failliet gaat. Meneer Van Gaver, het rapport van McKinsey is op mijn hoofd uit 2004. Dat is 3 jaar daarvoor. Sindsdien is in 2005 een gesprek geweest, Carla Peijs, minister Zalm, met de NSHSA heeft niet geleid tot aanpassing, omdat men, zeg ik, Carla Peijs, na geen informatie kreeg. Ik had ook nog geen informatie. Dus ik kan niet anders dan bedoeld hebben dat ik geen enkele informatie had die dat jarenlang genoemde beeld van wij gaan failliet, kon staven. Ambtenaren en ikzelf. Ja, maar dan kunt u toch niet. Jarenlang geprobeerd de informatie te krijgen. Als ik u mag onderbreken, dan kunt u toch niet zeggen geen aanwijzingen dat HSA failliet gaat, als u die informatie niet heeft. Er waren wel heel duidelijke signalen. Het McKinsey-rapport is van de overheid zelf, in opdracht van. De landsadvocaat heeft ook die duiding gegeven. Ik had de informatie niet. En zo zal ik het ook hebben willen zeggen. Ik had die informatie niet. En ik heb net een van mijn echt moeilijkste zaken gehad, moeilijkste onderdelen van dit hele problematische onderwerp, en het niet krijgen van de informatie. We hebben dat keer op keer gevraagd. Goed. En in die zin zal ik het gezegd hebben, want toen eenmaal wij onder hele grote druk ietsje van informatie kregen, heb ik die niet alleen ook direct gewisseld, maar heb ik ook maatregelen genomen om met die informatie om te gaan. Want ik begon u net te zeggen dat het onze conclusie was, ja, dat het failliet laten gaan van de HSA, omdat men nog geen treinen had terwijl men de rekening moest gaan betalen, een heel slecht scenario was. Het slechtste. Goed. Voor de treinreizigers en voor de belastingbetaler. We kunnen dan constateren dat u zegt, ja, ik had die informatie op 4 juli 2007 had ik die niet. Ja. En dat u toch een maand later, heel kort daarna, toch in verband met acute liquiditeitsproblemen van HSA de helpende hand biedt. Ja, maar toch even precies. En daarom interrumpeerde ik net richting de heer Elias, toch even precies. Ook in 2008, toen wij in 7 gesprekken uiteindelijk ietsje van informatie kregen, na al die jaren waar het Carla Peijs ook niet gelukt was die informatie te krijgen, en u weet dat zij daar niet blij mee was. Na al die jaren iets van informatie kregen, was dat informatie over 2008 zelf, het acute liquiditeitsprobleem, en de problemen in 2009 en 2010, omdat men weinig treinen had. Ook toen kregen wij nog steeds geen inzicht in de business case als de treinen allemaal zouden rijden. Dus ook in 2008 hadden wij de grote informatie rond kan de HSA overeind blijven, hadden we niet. En ik begrijp werkelijk tot de dag van vandaag niet, als je als HSA zelf in de problemen zit, en misschien heb je veel te hoog geboden, het lijkt er nu zeer sterk op, als ik het voorzichtig moet zeggen, waarom dan niet een moment komt dat je de handschoen aanpakt, de uitgestoken hand aanpakt en zegt, we leggen alles op tafel en we gaan kijken hoe we die treinen zo snel als mogelijk aan het rijden komen. Ik vind het zware woorden, maar ik vind het onacceptabel onverantwoord dat die informatie al die jaren niet kwam. Het gaat natuurlijk vooral om over uw handelen, uw kijk, over wat u zelf gedaan hebt en uw rol daarin. En ik wil weer het woord aan de heer Elias geven.
We stellen in ieder geval vast dat die signalen op het departement absoluut bekend waren. Maar dat waren ze al jarenlang. Om een liquiditeitsprobleem te voorkomen, zoals ik al net zei, komt het departement dus overeen om een voorschot van 10 miljoen euro op een schadevergoeding die nog moest worden vastgesteld te betalen. Heeft u aan NS gevraagd of zij niet zelf die 10 miljoen voor de HSA beschikbaar wilde stellen? NS was 95% moeder van de HSA. Die 10 miljoen moesten wij sowieso betalen. Dat was vanwege de vertraging van de oplevering van het spoor van 1 april 2007 naar 1 oktober 2008. Dat was de laatste brief van Carla Peijs. Maar daar was nog geen financieel ei over gelegd? Nee, maar die moesten wij sowieso betalen. En dat een rekening zou zijn die veel meer zou zijn dan 10 miljoen was ook helder. Maar de nood was dus zo hoog bij HSA dat u zei vervroegd en versneld moet die eerste 10 miljoen er maar vast naartoe. Nou, maar wij vroegen heel wat van onze kant. Wij vroegen meer dan we gekregen hebben, dat moet ik u ook eerlijk gewoon ruiterlijk erkennen. Maar wij vroegen natuurlijk heel wat van onze kant. Wij vroegen een verruiming van het garantiekapitaal. Daar via de aandeelhouder financiën zijn wij helaas niet tot dat resultaat gekomen. We hebben het later toen de NS in Duitsland wilde gaan ondernemen, nogmaals geprobeerd. Ze hebben 300-400 miljoen gevraagd voor ruime garantiekapitaal. Ten tweede wilden wij van die akelige ERTMS-claim af die de overheid met minstens 200 miljoen bedreigde. Dus wij vroegen ook heel wat aan de andere kant en hebben een deel daarvan, die ERTMS-claim, hebben we binnengehaald. Maar die 10 miljoen moesten wij sowieso betalen. En of die nu een maand eerder of later komt, dat maakt dan ook een verschil. Maar de nood was bij HSA kennelijk zo hoog dat u dat voorschot in begin september al verleende. Het was ook een teken van een geste naar goede verhoudingen. Ik heb aan het begin gezegd dat ik aan het begin van mijn ministerschap heb gezegd, je moet uit die loopgraven. Het kan niet zijn dat iedereen deelbelangen heeft, juridisch naar elkaar toe dreigt en uiteindelijk komt die trein nog veel later. Dus wat dat betreft, als je toch al weet dat je iets moet betalen, kan het helemaal geen kwaad om een klein deel daarvan eerder te betalen. U was heel boos over het feit dat u die onderliggende gegevens en die business case niet kreeg. Zijn u net weer? Ja. Dit was toch een prachtig moment geweest om te zeggen, en nu wil ik die stukken en eerder wordt er geen kwartje over gemaakt. Ja, we hebben dat continu geprobeerd. Hier bij deze financiële deal stond er nogmaals een ERTMS-claim tegenover van om en nabij de 200 miljoen die na jaren lang is. Dat kwam allemaal later. Ze hadden dat geld hard nodig. U had toch op dat moment kunnen zeggen, je krijgt die 10 miljoen die je dringend nodig hebt, die krijg je pas als je mij eerst die cijfers leert. Ja, en zo draait iedereen natuurlijk om elkaar heen. Ik probeerde ook bij momenten, als je toch wist dat je iets moet betalen, te zeggen, nou goed, dat betalen wij. En vervolgens voerden wij de druk weer op. En dat hebben wij in 7 gesprekken in 2008 hebben we dat gedaan. Goed. U geeft dus in ieder geval die eerste 10 miljoen, verstrekt uw departement alvast. En dan zitten wij volgens mij bij het volgende onderwerp. Zie ik dat goed? Ja, dat zie ik wel. Die schadevergoeding, want ik wil daar toch nog even op doorgaan, die u verstrekt heeft. Dat was omdat de overheid niet aan haar verplichting voldeed, omdat de HSL-lijn nog niet afgebouwd was. Mag ik dat zo samenvatten? Ja, in het contract stond een soort van boetebepaling, dat als de overheid de rails later klaar had, dat men dan een boete moest betalen aan de vervoerder. Dit ging natuurlijk uit van een feitelijkheid waarin de vervoerder de treinen zou hebben klaarstaan en daardoor inkomsten zou missen. En daarmee werd het natuurlijk een beetje gek, want men had nog helemaal geen treinen. En toch moet je een schadevergoeding betalen. Maar zo waren de afspraken en die afspraken waren hard. Ik heb de landsadvocaat ook dit soort dingen laten controleren. Dus dat was wat dat betreft gewoon een zwart-wit opvolging van de concessieovereenkomst zoals die was gesloten. En ja, u heeft de verhoren gevolgd de afgelopen dagen. En we hebben onder andere de heer Timmer horen zeggen dat er in HSA een strategisch gedeelte in het bod was verwerkt van in de orde van 28 miljoen. We hebben ook vanochtend natuurlijk mevrouw Peijs gehoord. Grote zorgen over die financiële vooruitzichten. En ik kom toch nog eens terug op het feit dat u of de Kamer wel of niet al te rooskleurig heeft geïnformeerd op die 4 juli 2007. Bent u daar, als u zo daarop terugkijkt, achteraf nog steeds die mening toegedaan?
U blijft mij op die ene zin en ik vind het halen en ik vind het oncomfortabel, want ik heb hem hier niet bij me en ik kan me dat debat ook niet herinneren. Ik kan u alleen maar mijn inschatting geven. Ik heb net de totale openheid naar de Kamer vanaf het begin als een van de uitgangspunten gezet. Openheid moet sowieso, maar ook echt meenemen in de risico's. In de risico's van overschrijdingen en hoe het precies zat, uit en te na. Daar heeft de Kamer mij vaak voor becomplimenteerd. En zien mezelf een klopje op de schouder te geven, dat is gewoon wat u kunt teruglezen. Als ik dat zo gezegd heb, is dat omdat waarschijnlijk, dat is alleen maar mijn inschatting nu, dus dat is puur mijn inschatting van dit moment, dat ik geen nieuwe informatie had, anders dan de jarenlange opmerking van de HSA van we redden het niet, jullie moeten bijspringen. Wij konden niet bijspringen en wij wilden niet bijspringen voordat wij informatie hadden. En dus in die zin was er totdat wij dat heel klein beetje informatie kregen in 2008 niets nieuws onder de zon ten opzichte van al die jaren daarvoor in het weten hoe het met de HSA zou gaan. Goed, we gaan naar die... Het is ook nog allemaal voordat de treinen rijden. Hè? Dus ook nog allemaal inschattingen die wij vervolgens niet kregen. Zeker, maar... U heeft, ondanks dat die treinen niet reden, toch wel, laten we zeggen, een voorschot gegeven. Dus dat kunnen we constateren, omdat er kennelijk wel wat aan de hand was. Maar laten we gaan naar... Ik heb zojuist gezegd dat puur een geste was van mij om een deel van wat wij toch moesten betalen, gewoon uit te betalen. Wij probeerden tot betere verhoudingen te komen. Dat is deels gelukt. Iets van informatie is gekomen en we hebben... allebei wat toegegeven. De NS-HSA gaf na jarenlang die grote ERTMS-claim toe, die 200 miljoen of meer had kunnen bedragen. Maar we zijn niet geheel in geslaagd, dat zeg ik u eerlijk. We moeten niet in herhalingen vallen, want dat hebben we zojuist gewisseld, uw punt daarop. Ik wil naar het memorandum van overeenstemming. En in maart 2008 spreekt u met de directeur van NS en HSA. Die geven aan dat de financiële situatie van HSA zorgelijk is. En u heeft op dat moment eigenlijk geen inzicht in de omvang van de financiële problemen. Laat ik het zo formuleren. Is dat gesprek met de directie het start zijn voor het gezamenlijk zoeken naar mogelijkheden om een faillissement te voorkomen? Sorry, kunt u me de datum één keer herhalen? Dat is in maart 2008. Ja. In maart 2008 komt het signaal inderdaad dat er problemen zouden zijn in mijn richting. Ik pak het er even bij hoor, ik weet precies zijn. En vervolgens leidt dat 21 maart 2008, word ik door de top van de HSA ingelicht over de financiële problemen. Maar daar was geen informatie. Dus het was ook weer nu, net zoals heel veel jaar, de opmerking wij hebben problemen, we redden het niet. Maar niet de onderbouwing die dat hard kon maken, waar ook mijn voorgangster... en minister De Boer tegenaan liep zoveel jaar eerder. Vervolgens hebben wij een werkgroep ingesteld. De werkgroep Continuïteit, waarin ook financiënambtenaren zaten, die gewoon de informatie boven tafel moest krijgen. Toen kwam een tweede gesprek. In 9 juli heb ik tegen de heer Meerstad gezegd, ik wil echt de cijfers krijgen, want anders kunnen we niets. Cijfers moeten nu eindelijk op tafel. En vervolgens zou er een derde gesprek komen op 18 augustus... En dat heb ik geannuleerd, omdat er nog geen cijfers waren. Ik zeg, ik ga niet eens meer praten als we geen cijfers krijgen. Toen is vervolgens iets gekomen, hebben we op de 20e het gesprek gehad en er zijn nog een aantal gesprekken, is nog gevolgd. Uiteindelijk heeft dat geleid tot de constatering van PwC dat er op het acute moment een liquiditeitsprobleem was. En dan in 2009 en 10, naar alle waarschijnlijkheid, wij door het garantievermogen bij de HSA zouden gaan. Ja. Daarom hebben wij... uitstel van betaling kunnen afspreken, ook gecheckt door de landsadvocaat, maar vervolgens niet het grote verhaal kunnen aanpakken van de business case, omdat daar nog steeds toen geen informatie van kwam. Goed, daar voor dat lange termijn waren er niet voldoende cijfers. Ik wil even toe naar het punt over de discussie rond de aanvangsdatum. Want de bedoeling was dat 1 oktober 2008... de treinen zouden gaan rijden, hè, dat de concessie van start zou gaan. En u beslist uiteindelijk om dat 1 juli 2009 van te maken. Waarom heeft u dat gedaan? Er was een aantal dingen die speelden. Ik heb lang vastgehouden, ook om de druk hoog te houden, dat 1 april
gestart kon worden met tests. En volgens de landsadvocaat ook gecheckt, is er een cruciale tijd van 6 weken testen met nog beperking voor de vervoerder. Dat kun je nog wel aan de baan werken, maar toch al de treinen testen. Maar vervolgens moeten er 20 weken zijn waarin de vervoerder geheel vrij en ongeremd kan testen. En pas dan kun je zeggen, nu is de aanvangsdatum vervoer, is de baan klaar en uitgetest en begint de rekening dus voor de HSA te lopen. Vervolgens bleek dat er in, uit mijn hoofd, ik dacht mei 2008, een treinpad was aangevraagd door de HSA en dat was geweigerd. Men kon dus niet testen. Daarmee kon de datum van 1 oktober 2008 niet meer gehaald worden, constatering van de landsadvocaat. Vervolgens zei de landsadvocaat van, je moet eigenlijk, je kunt pas met die 20 weken van totaal vrij testen beginnen als alle certificaten binnen zijn die de baan helemaal vrijgeven. Dan heb je het over een aantal certificaten, waaronder een certificaat voor gemengd gebruik en een certificaat waar het hoge snelheidsnet het gewone net kruist. Maar als je we even... ook een certificaat nog zo in zijn, ja. Certificaat van de grens. Nee, maar ik begrijp dat het ingewikkeld was en dat dus de baan eigenlijk niet helemaal klaar was en dat daar niet aan Zeker. Die vraag om te testen voldaan kon worden. En dat dat de reden was dat u de datum verschoven heeft. Wij moesten de datum verschuiven. Ja. Kijk ook naar de uitspraak van de landsadvocaat. Zeker, maar er zat speelruimte. Daar zat speelruimte. En u heeft de meeste ruimte genomen die mogelijk was om het naar achteren te verschuiven. Nee, we hebben op een gegeven moment hebben we 1 keuze gemaakt die niet had gehoeven. We hadden als wij de aanvangsdatum na de uitspraak van de landsadvocaat het snelst hadden gepakt op de meest minimalistische definitie van al die certificaten die je moet hebben om de baan vrij te verklaren, de rails klaar te verklaren, hadden wij op 1 maart 2009 kunnen gaan zitten. Was echter iets geks aan de hand. De grens zelf zou dan wel zijn vrijgegeven, maar lijn 4, dus het stuk direct na de grens aan de Belgische kant, niet. Nou, dat heeft tot discussie geleid en daarvan hebben wij het redelijk gevonden. Dat vond ik zelf ook. Heb ik ook in alle openheid met de Kamer gewisseld. Omdat het over een grensoverschrijdende verbinding gaat, waarom een behoorlijk gedeelte van het geld grensoverschrijdend moet worden behaald. Daar heb je een hoge snelheidslijn toch voor een behoorlijk gedeelte voor. Dat wij niet alleen de millimeter van de grens, zal ik maar zeggen, meenemen, maar ook het stuk Belgische spoorrails erna. Nou, dat heeft geleid, wij schatten in dat ergens in december om maar nabij dat zou komen. Het heeft geleid tot een uitstel tot 1 juli. Waarbij we wel hebben gezegd, dat is hem dan ook. Als België nog langer daarmee wacht met dat vrijgeven, en dat was een risico, dan krijgen jullie een stuk korting op de gebruiksvergoeding, maar gaat de kassa wel lopen? Gaat die wel lopen. Ja. De reden, zeg maar, dat was dat van dat uitstel met die baan, dat had te maken met het veiligheidssysteem, het ERTMS, dat heeft u geschetst. En wist u dat dat ook Ansaldo Breda goed zou uitkomen, die vertraging? Dat kan ik niet inschatten. Dat zou kunnen. Want dat was ook... dat wist u, hè? Nee. Ik was puur gehouden. Ik heb nogmaals, dat kunt u de stukken zien, ik heb de druk net heel hoog gehouden. En zolang als het kon, 1 oktober 2008 overeind gehouden als aanvangsdatum vervoer. De landsadvocaat heeft zich erover gebogen en heeft hele duidelijke uitspraken gedaan. Namelijk dat 1 oktober niet haalbaar was, omdat in mei de rails niet vrij was om te testen. Dat is 1. En 2, dat de rails pas kon worden vrijgegeven, dat daarbij leidend moest zijn, in mijn woorden gezegd, een aantal vinkjes, een aantal certificaten die binnen moesten zijn. Nou, maar, dat is de lijn die wij vervolgens gekozen hebben. Maar mijn vraag was een andere. Mijn vraag betrof Ansaldo Breda. Ja, maar dat was niet mijn afweging. Maar goed, daar heeft u geen zicht op gehad. Dat was ook niet mijn afweging. Mijn verantwoordelijkheid was mij aan de wet te houden op dat vlak. Goed. En die luistert nou, en we hebben ons laten leiden tot datgene wat de landsadvocaat daar heeft besloten. Ik had de aanvangsdatum eerst echt sneller gewild. De landsadvocaat heeft duidelijke taal gesproken dat niet kon. Okay. Goed, geef het woord aan de heer Elias. Dan zijn er eigenlijk een paar dingen al langsgekomen. Dus ik ga even een beetje comprimeren. Ik vat het even huiselijk samen met het gesteggel over die cijfers. Dat blijft eigenlijk maar doorgaan. Dan
geeft het ministerie van Financiën aan, dat moet zeer... Het is buitengewoon nodig dat er meer transparantie en inzicht in de business case komt. U trekt dan gelijk op, hè, met Financiën op dat punt. Zeker. Want ja, vanuit de optiek van Financiën was het natuurlijk ook lastig om als staat bij te dragen aan het voorkomen van het faillissement als de lange termijn vooruitzichten niet goed zouden zijn. Toch? En in de optiek van Financiën is het dus van belang om eerst zicht te hebben op die lange termijn perspectieven. Was u dat ook met Financiën eens? Ik heb in al die gesprekken die ik zelf heb gevoerd aangedrongen op duidelijkheid. Niet alleen voor de korte termijn, maar ook duidelijkheid rond de business case als de treinen eenmaal zouden rijden. En het was dus in die zin teleurstellend dat na heel veel druk, ook vanuit Financiën, slechts informatie kwam rond het jaar 2008, 2009, 2010 in de aanloop, maar niet vanaf 2011 als volgens de verwachting van toen de treinen vol zouden rijden. Was u op de hoogte van het feit dat in 2007, 2008 de NS, hè, lening heeft verstrekt aan de HSA, zodat de HSA de kosten die ze moeten maken, bijvoorbeeld voor de leasen van tijdelijk materieel, kunnen betalen? Ja, ik hoorde dat in een eerder verhoor van u. Ik heb het mijn ambtenaren gevraagd en die konden daar wel iets van herinneren dat er iets van leningen was, maar dat was wel eens tussen de NS en de HSA. Nou, niet helemaal, want die leningen die betreffen bijna 150 miljoen euro. En die moeten daags na aanvangsdatum, dus de dag dat de treinen beginnen te rijden, de exploitatie begint, worden terugbetaald aan de NS door HSA. Hoewel NS 95% eigenaar is. En daarmee, zo lijkt het althans, is in één keer een groot deel van het garantievermogen waar HSA over beschikte, conform de concessie en nadere afspraken later, dat juist bedoeld was voor tijdens die exploitatie, daarmee was dat in de praktijk al besteed. Waren uw ambtenaren, was uw departement, was u zelf daarvan bewust? En dat beeld herken ik niet. Het beeld wat wij hadden, en dat is ook door PwC, is dat bevestigd. Is dat de eerste twee jaar, dat heb ik ook in Kamerdebatten genoemd, mensen in één, waarschijnlijk in meerdere, dat in 2009 en 2010, als eenmaal de kassa zou gaan lopen, er om en nabij de 150 miljoen zou moeten worden betaald aan gebruiksvergoeding. Dat is een ingroei. Vervolgens zou de HSA ook veel meer kosten maken dan dat er inkomsten waren. En de PricewaterhouseCoopers heeft gezegd dat die kosten redelijk realistisch lijken. De inkomsten waren met dat gebrekkige product moeilijk in te schatten. Op basis van die twee constateringen was het beeld dat er meer dan 200 miljoen zou worden opgesoupeerd in 2009 en 2010. En dat we dus door het garantievermogen zouden heen gaan. Dat is mijn herinnering van zoals het was en ook zoals ik het bij PricewaterhouseCoopers heb teruggelezen. Maar ook in de financiële notitie van de NS zelf, die men ons aanleverde en die wij naar PricewaterhouseCoopers hebben doorgespeeld om te verifiëren. Ja. Maar u weet niet precies of uw departement op de hoogte was van het feit dat de NS die leningen ging verstrekken en ook niet de voorwaarden waaronder. Nee. Dat weet ik niet precies en misschien dat men dat bij Financiën preciezer weet. Nogmaals, onze informatie was dat de eerste twee jaar die 200 miljoen garantievermogen die zouden gelden vanaf dag 1 zou worden opgesoupeerd. Ja. En vanuit de simpele rekensom dat men 150 miljoen moest betalen aan gebruiksvergoeding, veel kosten moest maken, maar nauwelijks inkomsten had, zei PricewaterhouseCoopers dat men dat redelijk kon billijken. Dat beeld en dat dus inderdaad de kans heel groot was dat de HSA door het garantievermogen zou gaan. Dat was onze afweging. Nee, maar dit gaat specifiek over dat relatief kleine onderwerp. Dat door de vorm waarin die leningen gegoten waren en vooral de terugbetalingsregeling, eigenlijk in één keer een beroep zou worden gedaan op die buffer die dat de garantiekapitaal toch zou moeten zijn. Ja, wat ik u nogmaals zeg, als u hier ook het staatje ziet, en die stukken die heeft u zonder enige twijfel in uw bezit. Als u ook ziet hier op slide 10 van PricewaterhouseCoopers de financiële inschatting, dan ziet u dat in 2009 er 60 miljoen gebruiksvergoeding moest worden betaald en in 2010 90 miljoen. Dat er verdere kosten zouden zijn van 50 en 10. Van die plaat is PricewaterhouseCoopers uitgegaan en dat heeft men in grote lijnen als realistisch onderschreven, in mijn woorden. Ja. Dus dat was ons uitgangspunt. Ik kan mij daarin niet herinneren dat daar een lening die op dag 1 moest worden terugbetaald, die rol in speelde. Nee.
In die hele periode... Het was al erg genoeg op basis van wat ik zei. Ja. Ja, in die hele periode is uw inzet richting NS in eerste instantie ook dat de NS het garantiekapitaal van de HSA moet verhogen. Dat de NS dat moet doen. Ja. Relatief rijke dochter, moeder, gaat goed. En de NS weigert dat. Waarom weigert de NS dat? Ik heb van mijn ambtenaren begrepen toen ik het daar aan de voorbereiding over had, dat men de business case van HSA in die zin niet zo aantrekkelijk vond, dat men daar extra geld in moest stoppen. Ik heb mij op het standpunt gesteld dat wij wat wilden doen, maar de HSA ook wat moest doen. Als onderdeel van het mandje, zoals gezegd, zoals we dat noemden, zat ook een vergroting van het garantievermogen. En daar zat voor mij heel belangrijk het schrappen van die ERTMS-claim. Ja. Nou, het tweede hebben we wel binnengehaald en tot mijn spijt het eerste niet. Ja. In eerdere verhoren is naar voren gekomen, ik zal het zo weinig mogelijk technisch proberen te doen. In eerdere verhoren is naar voren gekomen dat de hoogte van het bod van NS-KLM in 2001, dat voor een deel was ingegeven door de strategische waarde, zeg nou maar even, voor het behoud van de monopoliepositie van de NS. We hebben hier de heer Timmer onder meer in het verhoor gehad. Die vertelde, nou ja, we hebben er toen op het laatste moment 28 miljoen bovenop gezet, om tenminste zeker te weten dat we dat hadden. Want wij wilden natuurlijk vermijden dat wij op enige wijze in de problemen zouden raken of wat dan ook. We hebben in een van de allereerste verhoren iemand gehad die ons heeft uitgelegd wat het Boktor-effect was. Zoals de Boktor zich invreed in de balken in grachtenhuizen. Zo was de angst dat als een buitenlandse vervoerder op de HSL zou komen, dat hij zich ook zou invreten in het vaste kernnet van de NS. Dat was de redenering en dat was wel wat waard. Dat was wel een prijs waard. Maar dat was een strategische waarde, hoe je het ook bent of verkeerd, voor de NS. Niet voor HSA. Dus je zou zeggen, als dat bod zo verschrikkelijk hoog was, waardoor HSA in de problemen kwam, dan moest NS die strategische waarde maar betalen en ook zorgen dat dat deel er voor haar rekening bij HSA uitgehaald zou kunnen worden. Was dat ook de redenering die u aanhing en op het departement? Onze redenering was dat het goed was als ook de Nederlandse spoorwegen zelf een behoorlijke gesten zouden doen om de HSA overeind te houden. En daar hebben wij, dat zeg ik u eerlijk, maar ten dele resultaat gehaald. ERTMS claim 200 miljoen ging na veeljarige stekel van tafel. Maar het garantievermogen wilden wij als verkeer dat verhoogd werd, is niet bereikt. Wat er precies achter zit, dat kan ik niet inschatten bij de NS. Dat zult u met de NS en HSA zelf bespreken. Maar ik vond het alleen al voor het beeld goed dat van twee kanten een extra inspanning werd gedaan. En u kunt ook in veel notities teruglezen dat ik ook op dat spoor zat en op dat spoor werd gezet vanuit mijn ministerie. Ja. Maar je zou ook kunnen zeggen, de NS moet zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Die heeft destijds een ontzettend hoog bod neergelegd. Zit zelf redelijk goed in de slappe was. En moet dus dat probleem van HSA oplossen. Die positie had u ook kunnen nemen. Ik heb die positie genomen vanuit Verkeer en Waterstaat, dat ik vond dat als een onderdeel van het verhaal ook een vergroting van het garantievermogen, een verdere vergroting daarin zou moeten zitten. En ik kan alleen maar constateren dat ik dat via de aandeelhouder financiën niet heb bereikt. En daarmee was voor mij, dus het speelveld zo dat ik maar een gedeelte binnenhaalde bij de NS wat ik wilde. Maar dat ik vervolgens binnen die werkelijkheid wel, en dat was toch mijn opdracht als minister van Verkeer, het maximale moest doen om zo snel als mogelijk reizigers in die trein te krijgen. Maar heeft u wel eens overwogen om in die periode het vertrouwen in de directie van de NS op te zeggen? En zeggen van ja, ik ga helemaal niet meer zaken doen met deze lui op deze manier. Er zijn vast wel eens emoties geweest, ook op het ministerie. Lees je in sommige nota's ook terug. Want ik kan nu echt zeggen dat, en daarom dat ik net een paar stevige woorden gebruikte rond het gebrek aan openheid, dat ik het echt niet acceptabel en maatschappelijk niet erg verantwoord vind. Als je jarenlang wel klaagt dat je failliet zou kunnen gaan, maar dat je geen informatie op tafel wil leggen, terwijl het in je gezamenlijk belang is, hoe het verleden ook is, en ook al heb je te veel geboden, het gezamenlijk belang is om gewoon de werkelijkheid onder ogen te zien. Ja. Maar waarom heeft u die drastische stap niet gezet? Bij mij was leidend, vanaf het begin van mijn ministerschap tot de laatste dag, dat de beslissingen die ik zou nemen, beslissingen waren die
in dit moeilijke dossier de treinen zo snel als mogelijk op de rails zouden krijgen. En ook, en dat was een afgeleid belang, de staatsfinanciën zo weinig als mogelijk zouden raken. En dat eerste belang en dat tweede belang heb ik continu voor ogen gehouden. En dat was voor mij leidend. En allemaal draconische maatregelen over en weer hadden daarbij risicovoller kunnen zijn dan op deze manier de zaak op koers houden. Want u herinnert zich wel dat het u ambtelijk wel werd geadviseerd, nee dat is niet goed, dat het u wel in overweging werd gegeven om die drastische stap te zetten. Ja, er werd een keer gezegd van de maatschappelijke onderneming moet daaraan gehouden worden. U weet dat dat heel draconische maatregelen zijn. Waar ik wel tegen ben aangelopen, ook als je nu terugkijkt, vind ik dat vanuit mijn oude rol nog wel een overdenking. Er is veel gesproken over de maatschappelijke onderneming. En ik vind het een belangrijke discussie. In het kabinet waar ik in zat, zag je eigenlijk dat het pendulum van marktwerking echt begon terug te zwaaien richting maatschappelijke verantwoording. Maatschappelijke onderneming, actief aandeelhouderschap van de staat bij staatsdeelnemingen. Als je nu op je laat inwerken hoe het allemaal gegaan is en wat, maar dat is een discussie die je veel beter met financiën zou kunnen hebben als aandeelhouder dan met mij, wat nu echte aangrijpingsmogelijkheden zijn, dan dringt zich toch het beeld op dat de aandeelhouder in elk geval op dat moment heel weinig fijnmazige mogelijkheden had, bijvoorbeeld instructierecht, ingrijpen, opdrachten geven. En eigenlijk alleen maar een paar paardenmiddelen als ultimo remedium, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van de hele raad van bestuur of van een voorzitter, wat ooit is gebeurd. Nou, met zo'n paardenmiddel heb je niet altijd de beste oplossing voor de treinreizigers. En ik vind het dus wel een overdenking. Ik hoorde ook iets van een algemeen rekenkamerrapport, ik geloof een maand of zo geleden, die nog steeds zoiets aangaf. Dat het wel belangrijk is, als je het hebt over maatschappelijke onderneming, vervoersmaatschappij, en je hebt het over actief aandeelhouderschap, dat je zelf ook de vraag stelt met welke fijnmazige instrumenten kun je bijsturen, zonder dat je een mega paardenmiddel moet inzetten, wat heel veel schade verder met zich meebrengt. Is het een feit dat als die High Speed Alliance failliet was gegaan, dat u als minister op dat moment ook groot politiek gezichtsverlies geleden zou hebben? Nee, nul. Helemaal niets. Waarom niet? Omdat ik daar totaal niet bang voor zou zijn geweest op het moment dat de treinen eerder op de rails had gebracht. Ik geloof niet, je kunt veel van mij zeggen en er wordt vast veel gezegd en geschreven. Ik stel u alleen maar vragen. Ik stond niet echt als een bange minister te boeken. Ik heb hele onpopulaire maatregelen genomen. Als u over het openbaar vervoer heeft, bijvoorbeeld de Zuiderzeelijn, schrappen na heel veel jaar van discussie. Omdat ik vond dat, hoe moeilijk dat ook was, de beste beslissing was. Kort antwoord, als het voor de treinreiziger het beste was geweest de HSA failliet te laten gaan, als we dan via een andere maatschappij of een andere route de treinen sneller op de rails hadden gehad, had ik geen enkele moeite gehad om die keuze te maken. Het blijft speculeren, maar als u dat in 2007 had gedaan, hadden we misschien nu gereden. Ja, maar dat is dan wel echt met de wijsheid van nu. Wij gingen uit van de situatie van toen en ik wil u toch nog een keer wijzen op het advies van de landsadvocaat, wat hier hele duidelijke taal spreekt. De landsadvocaat die nadrukkelijk aangeeft dat het kiezen voor een andere maatschappij, dus het overgaan van maatschappij, tot heel veel risico's zou leiden. Ik zal u heel snel in vogelvlucht daar iets van noemen. Paragraaf 26, pagina 7, daar staat een faillissement van de HSA betekent een bedreiging voor de continuïteit van de vervoersoperatie. Er staat bijvoorbeeld in paragraaf 19, pagina 6 van dat advies, vrijwel iedere nieuwe vervoerder, ik moet eigenlijk een beetje parafraseren, sorry voorzitter, die zou grote en wellicht onoverbrugbare problemen ondervinden om het vervoer op korte termijn te gaan verrichten. En dan zegt de landsadvocaat in een ander paragraaf, en dat is paragraaf 20, van ja, misschien is als je de HSA failliet laat gaan, de enige optie die nog, ik zeg het op mijn manier, want ik moet parafraseren, enigszins te doen is, is de NS het zelf laten doen of een nieuwe of via een nieuwe dochtermaatschappij. Maar dan heb je eigenlijk hetzelfde met wel heel veel minder geld voor de overheid. Want dan was men onder de concessie uit. Dus ook onder het bedrag en ook het minimumbedrag wat de concessie verplicht. We hebben die advies ook. Voor de zekerheid, welke datum heeft dit advies? Het landsadvocaat advies nummer 2 is het advies van 19 september 2008. Maar goed, we gaan er niet lang met u over in discussie. Ja, maar het was maar toch maar het is over wel de juridische stukken. Nee, maar het is wel heel belangrijk, meneer Elias. Het is wel heel belangrijk. Zeker. Omdat het voor mij
leidend was en mijn positie inname. Nee, het probleem met grote juridische stukken, zeker die van de landsadvocaat, ik heb ze ook gelezen, is dat je er van alles en nog wat in kunt lezen en van alles en nog wat uit kunt citeren. Maar hier niet. En velen vinden er wel iets van hun gading in. Maar dit is heel helder. We hebben zelf op het ministerie ook tal van alternatieven overwogen. En wat daarbij als heel duidelijk beeld naar voren kwam, was dat als je de HSA failliet let gaan, wat dus echt had gekund, en die vraag heb ik ook intern vaker gesteld, what if, dan had je de treinen nog later op de rails, want een andere vervoerder had nog geen treinen besteld. Dan moesten we helemaal vanaf nul beginnen. Of je deed het met de NS zelf, maar dan had je hetzelfde voor heel veel minder geld. Had men het doel bereikt zonder informatie te geven in zich in de cijfers, dat men minder hoefde te betalen. En je had daarbij als staat dus ook een grote financiële aderlating. Reizigers, verliezer en de staat verliezer. En louter daarom, en dat is dus ook geverifieerd door de landsadvocaat, heb ik de positie ingenomen dat het, en ik zeg het nu voorzichtig, de minst slechte, want zo is het, de minst slechte optie was om de HSA niet failliet te laten gaan. En ik constateer ook dat mijn opvolgster ook de HSA niet voor een faillissement van die HSA heeft gekozen. De heer Van Gerven heeft nog één vraag op dit punt en dan schorsen we voor 10 minuten. De heer Van Gerven. Ja, ik wil meneer Eurlings nog even. In de zomer 2008 bent u bezig met het zoeken naar oplossingen voor de acute problematiek met betrekking tot HSA. En er is een brief of een nota van de heer Keits. Die is directeur-generaal Rijkswaterstaat. Die heeft een brief aan u gesteld waarin geschetst wordt, ik zal even de datum erbij halen, dat is 7 augustus 2008. En waarin dus oplossingen geschetst worden die mogelijk zijn aan u, want u bent zelf betrokken bij die onderhandelingen. En dan gaat het weer over die financiële buffer. En ik lees even het voorstel voor wat de heer Keits aan u doet om mee te nemen in de onderhandelingen. En dat luidt als volgt. NS dient de voorwaarden voor aflossing van de HSA-leningen zodanig aan te passen dat HSA de leningen gedurende de gehele concessieperiode aflost in plaats van alles aflossen op aanvangsdatum. Dat levert HSA ongeveer 100 miljoen extra financiële buffer op. En daarin boven dient NS een additionele 100 miljoen ter beschikking te stellen als extra garantievermogen. Wat gaat mij om dat eerste stuk, dat dus NS direct zeg maar, die lening opeist, terwijl het logisch zou zijn om dat over de hele concessieperiode te laten terugbetalen. Dat voorstel van Keits, wat is daarmee gebeurd? Ik kan mij de gesprekken die ik heb gevoerd niet precies herinneren, maar ik kan me niet anders dan voorstellen dat ik dat zo heb meegenomen. Ja. Net zoals een ander onderdeel van zijn voorstel, het verruimen van het garantievermogen. Ja. Nou, we hebben sommige dingen wel binnengehaald, maar ik zeg u eerlijk, andere dingen gewoon niet. Goed, en we mogen dan constateren dat dat ingebracht is, maar niet is binnengehaald. Ik kan me niet anders dan dat zo voorstellen, maar ik kan mij na al die jaren alle gesprekken niet meer helemaal voor de geest halen. Daar vraag ik uw begrip voor. Maar goed, het was een belang van Verkeer en Waterstaat dat wij de HSA en de NS zo ver als mogelijk kregen in het ook doen van financiële bijdragers. Dat zie je ook tot het eind van mijn periode. Toen de NS in Duitsland, Arriva Duitsland, wilde overnemen, waren wij van Verkeer als de kippen bij om weer te zeggen dat kan alleen, dat was onze positie, als het bedrag dat in Duitsland wordt geïnvesteerd zeker zo groot ook wordt ingezet voor het vergroten van het garantievermogen. Had je er van 300 tot 400 miljoen. Dus wij zullen dat, zeg ik eerlijk, zeker geprobeerd hebben. Ik kan mij alleen die gesprekken, en dat is mijn enige eerlijke antwoord, niet meer letterlijk voor de geest halen. Goed. Dan schors ik tot 5 over 5.
heropen de vergadering en vraag de griffier de getuigen binnen te leiden. Voor dit verhoor overigens. Ik zeg vergadering, maar bedoel verhoor. De heer Van Gerven vervolgt het verhoor. Meneer Eurlings, ik wil met u verder met het memorandum van overeenstemming. In november 2008 komt u met NS en HSA tot een akkoord, zoals dat heet, het Memorandum of Understanding of het MOU. Waar zaten wat u betreft de grootste winstpunten? Het grootste winstpunt was voor de reiziger. Een tweede winstpunt was voor de staatskas. En een derde winstpunt was dat zich in de praktijk de duidelijkheid zou moeten gaan tonen wat met de business case van de HSA echt aan de hand was. En er staat een bepaling in het memorandum dat als er zich in de toekomst een reëel faillissementsdreiging voordoet, dat de staat onder bepaalde voorwaarden maatregelen zal treffen om een faillissement te voorkomen. Waarom kwam deze bepaling in de overeenkomst? Het zijn eigenlijk twee hoofdlijnen van de overeenkomst. De eerste is, die gaat over dat klein gedeelte in de tijd waar wij wel informatie over hadden gekregen, namelijk 2008, 2009 en 2010... toen er nog nauwelijks treinen waren en dus wel heel veel kosten voor de HSA, maar nauwelijks inkomsten. Wij hebben bewust gekozen te voorkomen dat de HSA in die tussenfase failliet zou gaan. Want dat zou voor de treinreiziger een nog veel later product hebben opgeleverd, nog jaren later. En voor de staatskas ook veel ellende. Vervolgens was er nog de grote vraag van wat is nu het realiteitsgehalte echt van die business case die wij nog steeds niet kenden. Dus ook toen wij het memorandum sloten, kenden wij als overheid nog steeds niet de aannames van de HSA, waar men haar business case op stoelde en waar men ook al die jaren bij momenten op beweerd had van ja, we trekken het niet zonder onderbouwing. Daarvan hebben wij gezegd, binnen de grote beperkingen die de concessiewet toelaat, zullen wij na een aantal jaar evalueren hoe het in de praktijk echt gaat als de treinen rijden. The proof of the pudding is in the eating. Dan zien we gewoon hoeveel inkomsten er komen, hoe duur de kaartjes zijn, hoeveel kosten er zijn. Mocht dan in de praktijk blijken dat de HSA dreigt om te vallen, dan kiezen wij ervoor de beperkte ruimte die de concessieovereenkomst uit begin 2001 biedt, om die te gebruiken. Mocht je daaruit afleiden, uit dat artikel 14, dat daarmee toch de staat als het ware de verplichting weliswaar in de toekomst op zich had genomen om HSA te redden of om een faillissement te voorkomen? De staat heeft vanuit het belang van de reiziger niet nog veel later een trein op de rails en het belang van de staatskas bewust gekozen, dat is ook een keuze die bewust met het parlement is gewisseld, om binnen de concessie, wat de concessie toeliet, de HSA overeind te halen. De HSA overeind te houden. Dat was echter veel minder dan wat de NS op dat moment aan de HSA verlangde. Ik denk dat de heer Meerstad heel helder was. Hij zei, wij wilden meer, wij waren niet super blij. Want de NS wilde in 2008 al komen tot een verlaging van de gebruiksvergoeding. Vervolgens, wat hebben wij afgesproken? In paragraaf 14 staat een keiharde verwijzing naar artikel 15 van de concessieovereenkomst. Het is in deze zin relevant om de juridische gronding daarvan op waarde te schatten. Het advies van 19 november 2008 van de landsadvocaat, is het derde advies van de landsadvocaat, spreekt hier heel helder. Namelijk, een ondernemingsrisico konden wij als staat nooit overnemen, want dat zou als staatssteun worden gezien. Artikel 14 is voor de landsadvocaat acceptabel, behoorlijk verdedigbaar wordt genoemd. Juist omdat het
heel helder is dat maatregelen binnen de grenzen van artikel 15 van de concessieovereenkomst dienen te zijn. En ook binnen de eis van een onvoorziene omstandigheid. Nou, sorry voor mijn lange antwoord. Wat betekent het in normale mensentaal? Dat het enige wat dit artikel toelaat, is dat als in de praktijk blijkt, en dat is artikel 15 van de concessie, dat er een externe oorzaak is waarom de HSA het niet trekt. Kijk bijvoorbeeld naar de ERTMS-problematiek, dus niet de HSA-fouten zelf, maar een externe oorzaak die ook voor concurrenten zou gegolden hebben. En door die externe oorzaak dreigt men de business case niet te redden. Dan mag je bijspringen als het faillissement anders dreigt. Maar dat mag je niet lager doen dan de tweede bieding in de concessie. En dat is om en nabij de 100 miljoen. Nou, dat is wat we hebben toegegeven en dat was een beperkte toegifte, maar die hebben wij bewust gemaakt als het binnen die voorwaarden kon, want dat is wat de concessie toelaat, was het voor de treinreiziger de minst slechte optie om de HSA niet failliet te laten gaan. We hebben de heer Veenman gehoord en die zegt het memorandum is door ons beleefd als een keiharde toezegging van de staat, dat mocht in de toekomst HSA failliet gaan, dan gaat de staat aan een oplossing, zal de staat een oplossing bieden. U heeft voorwaarden geschetst, maar herkent u zich in de beleving van NS? Ik herken mij louter in datgene wat zwart op wit staat en wat ik ook in alle openheid met uw Tweede Kamer heb gewisseld. En dat is dat wij in de korte termijn voorkwamen dat de HSA omviel en die paar jaar dat ze nog geen of nauwelijks treinen hadden, door uitstel van betaling te geven, terugbetalen met rente. En vervolgens in de praktijk zouden gaan kijken of de business case voldoende was om het te redden of niet. Alleen als er die externe oorzaak was, konden we ze beperkt verlaging geven van de gebruiksvergoeding. Dat is wat is afgesproken. En als u nu kijkt naar bijvoorbeeld, ik doe maar een gooi, ik ben nog een keer door de kamerstukken gegaan, naar een kameroverleg van 4 februari 2009, daar heb ik bijvoorbeeld heel duidelijk gezegd dat de ruimte en de concessie nooit, dat het nooit mogelijk is om tot een lagere vergoeding te komen, zelfs als al die voorwaarden kloppen, een lagere gebruiksvergoeding voor HSA dan destijds de nummer 2. Zeker. Maar dat betekent dus dat u wel ruimte zag, zeg maar, om de vergoeding die op 148 miljoen was vastgesteld, om die eventueel in de toekomst te verlagen naar 101 miljoen. Dat was de ruimte die er juridisch was vanuit de concessie, maar ook juridisch was vanuit het niet overgaan tot ongeoorloofde staatssteun. Dat is ook wat de landsadvocaat zei. We hebben bewust gekozen die beperkte ruimte wel in het vooruitzicht te stellen, omdat nogmaals voor de reiziger slechter was als de HSA zou omkiepen. Nee, maar dat punt is duidelijk. Hè? U zegt heel duidelijk van, het was eigenlijk in, zo zat u erin ook van, wij zijn niet gediend bij een faillissement, want die trein moet rijden, de reiziger moet bediend worden. Ik citeer nog even toch Veenman, gisteren die zegt, had beleefd als een keiharde verplichting voor de staat om HSA te redden. Dus een keiharde verplichting van de staat om HSA te redden. Ik kan alleen maar constateren dat het dan niet staat. En dat ik in die zin me meer thuis voel bij de opmerkingen die meneer Meerstad vandaag op maar dit punt soms, heeft gemaakt. Soms staat niet alles in het memorandum in dit geval. En zit daar ook nog een kleuring en een situatie omheen waarin dat geschetst is. De voorwaarden zijn heel helder. Wat kan en wat niet kan, kijkt u naar het derde advies van de landsadvocaat van november 2008, is heel helder. En ik heb nogmaals, en daarom haalde ik dat citaat erbij, ook in de Tweede Kamer, heel helder gezegd dat wij, om maar een voorbeeld te noemen, nooit lager konden gaan dan wat nummer 2 had geboden. Dat klopt. Die 101-grens heeft u aangegeven. Maar er is in de aandeelhoudersvergadering van HSA gezegd, we hebben de mondelinge toezegging, let wel, de mondelinge toezegging, als wij bijvoorbeeld over 2 jaar of later in de problemen komen, dan gaan wij linksom of rechtsom HSA in de benen houden. Die laten we niet failliet gaan. Ja, ik herken me daar niet in. Ik ben heel helder geweest wat wij hebben afgesproken. Daar hebben wij veel discussies over gehad. En ik wil u nog een keer zeggen, het was een beperkte ruimte die wij konden bieden en die we ook geboden hebben. Wij wilden niet anders, want wij wilden eerst de
trein aan het rijden zien, want wij hadden geen informatie en wij konden niet anders vanuit staatsrecht en concessierecht. En als u nu weet dat onze inschatting toen was dat als we het opnieuw in de markt moesten zetten, wij maximaal 50 miljoen per jaar zouden krijgen. Later in de tijd van mijn opvolger, mevrouw Schulz, is dat, als ik het goed gehoord heb, rond de 60 miljoen uitgekomen. Dan kunt u ook begrijpen waarom ik zojuist naar meneer Elias zei dat zowel vanuit de treinreiziger het belangrijk was dat de HSA binnen die beperkte grenzen niet failliet zou gaan. Dat we dat zouden proberen op zijn minst. Maar ook voor de staatsfinanciën. Ja. Want 100 miljoen, if worse comes to worse, is nog altijd heel wat meer dan 50 of 60 miljoen zeker, per jaar. Zeker. Nou was er, dus even in november 2008, was er ook vanuit het ministerie van Financiën kritiek. Want die maakte zich zorgen over de budgettaire gevolgen van het memorandum van overeenstemming. Hoe zat dat precies? Mijn herinnering gaat niet zozeer over zorgen van het ministerie van Financiën, maar een heel begrijpelijke en zeer terechte vraag van mijn toenmalige ambtgenoot van Financiën. Maar goh, in het allerslechtste geval, wat betekent deze afspraak financieel? Nou, dat is een vraag die de minister van Financiën niet alleen kan stellen, maar ook in mijn beleving moet stellen. Maar om het nog wat te preciseren, minister Bos die ziet dus een groot budgetair risico in de toezegging om maatregelen te treffen als de continuïteit van HSA bedreigd wordt. Dus wanneer HSA failliet dreigt te gaan. Wat vond u van die kritiek van Financiën? Daar heb ik op gereageerd. Dus op 3 december komt de brief van Wouter Bos in mijn richting toen ik toestemming vroeg voor mijn memorandum of understanding. En hij schrijft daarin zijn steun neer. Vraagt daarin wel informatie. In het slechtste geval, wat kan het kosten? Ik heb gereageerd op 16 maart 2009. Heb daarin aangegeven, in het slechtste geval, als al die voorwaarden van de concessie gelden en die waren stringent, mogen wij tot 100 miljoen zakken. En heb daarin op pagina 2 van die brief nog eens nadrukkelijk gezet. De verwachting is dat een nieuwe aanbesteding niet meer dan maximaal 50 miljoen prijspeil 2000 zal opleveren. De werkelijke opbrengst is niet helemaal te voorspellen, zeg ik nu, dat is niet te voorspellen, maar deze zal substantieel lager liggen dan de opbrengsten die in de begroting zijn opgenomen. Maar dat is ook substantieel lager dan die 100 miljoen, de bodem die wij met de HSA konden bereiken. En dat was denk ik voor iedereen even, evident. Ja, voor de tijd, want 3 december 2008 stuurt minister Bos die brief. En uw antwoordbrief, van welke datum was die? Die is van een tijdje later, maar het memorandum was ook gesloten. Dus ik weet niet waarom dat tijd tussen heeft gezeten. Ja, dat was... Ik sprak daar Wouter Bos bijna elke week. We zaten 2-3 stoeltjes van elkaar in de ministerraad. Dus. Maar goed, u heeft... Maar dat is na het sluiten van het akkoord of van het memorandum, heeft u nog ook in een brief de heer Bos geantwoord. Ja, omdat zijn reactie op 3 december een positieve was. En ik dus voor nou, is minister Bos... Die heeft wel kritiek, maar die gaat tussen 3 en 10 december toch akkoord met dat memorandum. Ja. Welke rol speelt de discussie over het superdividend daarin? Die heeft daarin bij mijn herinnering geen rol gespeeld. Ik heb dit op eigen merites beoordeeld en ook financiën vanuit hun positie in de werkgroep continuïteit. Zo herinner ik me dat. En de discussie zat er dus veel meer in van wil je ze failliet laten gaan of niet, omdat ze nog geen treinen hebben, de HSA, maar wel al de rekening moeten betalen. En wat doe je op termijn? Nou, de NS heeft bij momenten gewoon, ik zeg het wat onvriendelijk, maar gedreigd van ja, misschien geven we de concessie wel terug. Ja. Misschien laten we die HSA failliet gaan. Het was dus... Maar mijn vraag was, het ging over het superdividend. Welke discussie, of welke rol speelt de discussie over het superdividend om te komen tot het memorandum? Bij mijn herinnering geen. Ik zie ook niets terug over het superdividend in deze brieven. En als ik me niet vergis, is de discussie over het superdividend die op veel momenten is gevoerd, is die heel lang na dit moment is die beslecht. Ver in 2009, dacht ik. Heeft u over dat superdividend ook daarover gesproken met de heer Meijer? Die was toen... president, voorzitter van de Raad van Commissarissen van NS en minister Bos? Niet wat ik mij kan herinneren. Het kan zijn, ik probeer echt mijn geheugen wat dat betreft te pijnigen. Het kan zijn, maar dat is echt puur gissen. Het kan best zijn dat men een keer heeft gezegd, ja, we zijn ook nog met Bos bezig, met minister Bos, over een superdividend. Maar dat staat mij niet alleen niet meer bij,
Maar mijn enige reactie kan dan geweest zijn, dat moet je dan maar met hem regelen. Dat speelde bij ons in deze discussie geen rol. Het ging hier om de vraag, willen wij binnen de grenzen die toegelaten zijn, de HSA overeind houden of niet? Dus, dat was ook de discussie met de Tweede Kamer. Goed, maar u kunt zich niet een gesprek herinneren, zeg maar, met de heer Meijer en uw collega Bos en u zelf? Ik kan mij geen gesprek met de heer Meijer herinneren, zeg ik eerlijk. Maar u stelt mij een hele specifieke vraag. Ja. Was dit het grote verhaal achter het memorandum van understanding? Ik kan mij niet herinneren dat dit bij het MOU, hoe we dat hebben vormgegeven, dat daar een rol speelde. Ja. Oké, de president-directeur en de president-commissaris van NS, dus dat is Meijer en Veenman, die sturen op 10 december 2008 een brief aan de aandeelhouder, de heer Bos, minister Bos, over het superdividend. En daarin stelt NS een aantal voorwaarden om tot afspraken over dat superdividend te komen. En een van die voorwaarden is dat de oplossing die NS en Verkeer en Waterstaat bereikt hebben voor de HSA-problematiek. Ja, ik ken die brief niet. Dit drukmiddel, zeg maar, was dat nou nodig om instemming van de minister van Financiën te krijgen? Nou, dat lijkt mij niet als u alleen al simpelweg naar de datering kijkt. Ik begreep gisteren uit uw verhoor, want ik kende die brief niet, dat er een brief gestuurd zou zijn op 10 december, als ik het goed heb. Nou, wat u mij vraagt, dat kan alleen al uit datering niet, want de heer Wouter Bos heeft mij precies een week daarvoor op 3 december geantwoord dat hij zich kan vinden met de aanpak zoals in het MOU is neergeschreven. Zeker, maar de brief van 10 december is een weergave van een gesprek daarvoor. Ja, ik ken die brief niet. Maar dat gesprek kunt u zich niet herinneren dat dat geweest is. Maar in die brief wordt een hele duidelijke koppeling gelegd tussen het superdividend, en wat in 2 tranches uitgekeerd zou kunnen worden van 700 miljoen, en een oplossing die er moet komen voor de HSA-problematiek. Ik hoop dat u mij begrijpt als ik u zeg dat ik hier onder ede sta, dat ik het niet comfortabel vind om over een brief van iemand anders aan iemand anders te spreken die ik niet eens ken. Dus dat vind ik moeilijk. Dus ik kan puur afgaan op wat u zegt. Wat ik zelf weet, want dan moet ik het heel dicht bij mezelf gaan zoeken, is dat in mijn herinnering en ook in de stukken die ik heb, de koppeling met het superdividend geen rol speelde bij een memorandum wat wij hebben afgesloten. Als ik hier nog één zin daarbij mag toevoegen. U heeft nogmaals, en dat was mijn eerlijke herinnering aan die discussies met de NS en de HSA rond dat memorandum. Ik herkende zeer wat de heer Meerstad zei vandaag, dat hij in mijn woorden niet echt tevreden was. Dat hij in 2008 die gebruiksvergoeding naar beneden wilde. Dus in die zin kan ik die brief niet plaatsen. Maar ik ken de brief niet, dus ja, zolang als ik niet ken, is dat moeilijk. We hebben informatie dat, laten we zeggen, er gesproken is door de directie van NS met u en de heer Bos. En dat in dat gesprek, zeg maar, tussen de heer Meijer en u en de heer Bos, gesproken is over, luister eens, jullie willen een superdividend. Dat was dan een verzoek vanuit Financiën. Dat kan, maar dan moet er wel een oplossing komen voor een aantal zaken, waaronder, laten we zeggen, de HSA-problematiek. Ik kan u alleen maar zeggen dat ik me dat gesprek niet kan herinneren, maar dat wil niet zeggen, als u informatie heeft, heeft u informatie. Ik kan me niet alles herinneren, maar dat ik in mijn eerlijke herinnering van wat gebeurd is, geen rol heb laten spelen, of niet heb. Me kan herinneren dat dat een rol speelde bij het memorandum zoals dat is afgesloten. Memorandum was ook, en daarom vond ik de heer Meerstad heel eerlijk, heel beperkt. Want het was een uitstel van betaling met rente terugbetalen. En als het echt in de praktijk over een aantal jaar blijkt niet te werken, de kleine ruimte gebruiken die de concessieovereenkomst biedt. En meer was het niet. Het was wat dat betreft uitstel van de echte discussie die later even, door minister Schultz is opgepakt. Maar om het even heel scherp te vragen. U zegt, ik heb niet met NS afgestemd dat er een koppeling gelegd wordt met het superdividend als Financiën dreigt niet akkoord te gaan met het memorandum van overeenstemming. Ik kan me dat niet herinneren. Dus en u heeft niet een afspraak gemaakt, laten we zeggen, met NS, luister eens, op die manier kunnen wij Financiën onder druk zetten.
Dus als je het superdividend discussie inbrengt, dan komen wij tot een memorandum. Nee, ik kan me dat niet herinneren. En ik vind het ook heel gek als je naar de datering kijkt. Want nogmaals, de NS had al toestemming gegeven voor het memorandum. Voor alle duidelijkheid. De heer Bos had al goedkeuring gegeven. En weet u... Neem even de brief van 10 december, voor alle duidelijkheid. De brief van 10 december 2008, dus van NS aan de minister van Financiën, is ruim een week voor de handtekening van het memorandum. Want dat is geloof ik 18 december getekend. Is na het principeakkoord. En daarbij heb ik veel gesprekken gehad over dividenden van Schiphol en van de NS. Maar daar had ik echt wel rechtstreeksere methodes voor dan dat via een driehoekje doen. Ik ken die brief niet. En ik zeg u eerlijk, bij mij heeft het Memorandum of Understanding zijn ontstaansgeschiedenis in de drive om te zorgen dat de HSA niet failliet ging binnen de beperkte grenzen wat kon. Omdat dat voor de reiziger en de staatsfinanciën een nog slechtere deal was. Acht u het niet aannemelijk dat dat gesprek over het superdividend en zaken als de HSA, dat niet alleen met minister Bos is besproken, maar ook met u? Ik zeg u eerlijk, dat weet ik niet. Het zou zomaar kunnen dat als je met mensen samen zit, dat ze zeggen, ja, we hebben ook nog een ander akkefietje met de overheid. Wat ik weet, is dat Financiën vanuit haar aandeelhoudersrol eerder in het traject zei, wij van Financiën als aandeelhouder willen een discussie over dividenden, whatever that may be, niet vertroebelen door een discussie over garantievermogen. Daar heeft de landsadvocaat ook voor gewaarschuwd. Die zegt, pas nu op. Dat was het uitgangspunt, dat klopt. Maar NS wilde die verknoping wel. Maar dan moet hij dan met en dat NS... Is, nee, maar dat is ook met u besproken. Ik heb mijn... het memorandum of understanding en de insteek die ik heb gekozen staat voor mij los van superdividenden. Zo herinner ik me dat en ik heb er ook niks van teruggelezen. Goed. En het was nogmaals een uitstel van betaling die de staat ook nauwelijks wat kostte. Wat dat betreft een uitstel van de echte oplossing. Zo herinner ik het mij. Goed. We gaan op dit punt nog even verder met de heer Elias. Ja, het kan natuurlijk zo zijn dat op een bepaald punt uw herinnering u in de steek laat. Dat kan. Maar de feiten zijn dat er dus een gesprek is geweest met de NS-top en de heer Bos en u. En dat is dan daarna gevolgd door een brief. En die brief is van 10 december... En daarin staat, ik moet dat parafraseren, gelet op gemaakte afspraken, maar daarin staat dat, daar wordt een koppeling gemaakt tussen een aantal hangpunten, problemen die er nog zijn tussen de staat en NS. En één van die hangpunten is de oplossing van het HSA-dossier. Dus daar wordt een werkelijk voor geen enkel andere uitleg vatbare koppeling gelegd tussen het verstrekken van het superdividend door NS en het oplossen van een aantal andere problemen. Zoals ook overigens de heer Veenman, meen ik hier gisteren, ook heeft bevestigd. Maar ik ken die brief niet. Als u hier zou zitten in mijn positie, zou het op zijn minst oncomfortabel vinden om met een brief geconfronteerd te worden. Ik zou het sowieso zeer oncomfortabel vinden om daar ooit terecht te komen. Nou goed, laat maar op dan. Maar als ik geciteerd of geparafraseerd zou krijgen vanuit een enquêtecommissie die over de stukken beschikt, dan zou ik me daar wel een oordeel over kunnen afgeven. Ik heb de memorandum afgesloten nadat een werkgroep met financiën daaraan gewerkt had, omdat de schade als de HSA failliet zou gaan heel erg groot zou zijn voor treinreiziger en voor belastingbetaler. Ik weet niet welke discussie op dat moment speelde rond het dividend. Ik weet wel dat op het moment dat die brief gestuurd werd, de NS zich al principeakkoord had verklaard met het memorandum en de minister zich ook al akkoord had. En ik vind het in die zin oncomfortabel dat ik maar kan gissen wat u daar voor zich heeft liggen. Ik ken die hele brief niet. Het is maar de vraag, want ik heb begrepen uit uw verhoren dat er verschillende zaken waren, die de NS wilde oplossen en wilde aankaarten. Het is ook maar de vraag of men dit memorandum, wat uitstel van de echte discussie was, zag als de grote oplossing van het HSA-dossier, daar waar u zelf, meneer Meerstad, hier op deze stoel, zojuist heeft horen zeggen dat hij eigenlijk niet zo tevreden was, omdat hij als grote oplossing die gebruiksvergoeding naar beneden wilde. Even gaan. Maar dat is weer gissen van mij, omdat ik nogmaals die brief niet ken. Memorandum, dat concept is klaar, memorandum van overeenstemming, maar dat wordt niet naar de ministerraad gestuurd. Waarom eigenlijk niet? Omdat het maar zo'n klein ding was.
Heel simpel gezegd. Omdat het maar zo'n klein ding was. Want het had geen financiële gevolgen voor een ander ministerie dan verkeer. En zelfs voor verkeer maar heel beperkt. Ze zeggen de beleidsruimte zat in een paar maanden later aanvangsdatum aan vervoer. 10 miljoen of 19 miljoen voor zo je wil. Daar kun je van kiezen. Kun je tussen kiezen. En het was ook geen aanpassing van de concessieovereenkomst. Omdat we aan de echte discussie niet toekwamen. We kwamen niet toe. Maar het was toch zo dat je... Je had een latere verplichting. Ja, en dat die, beroemde artikel 14. Ja, en die is omdat het een klein die later ook werkelijkheid is geworden. Ja. Later werkelijkheid is geworden met grote financiële consequenties, potentiële consequenties. U heeft zelf aangegeven dat de bandbreedte die er was met betrekking tot de vergoeding, die gebaseerd was op 148 miljoen en in het uiterste geval naar 101 zou kunnen worden teruggebracht, mits er aan externe omstandigheden enzovoorts zou worden voldaan. Dat zijn toch majeure financiële gevolgen. En het heeft ons bevreemd dat dat niet gedeeld is met de ministerraad. Het is in de ministerraad niet geagendeerd. En de minister van Financiën, die de eerst aangesproken persoon is in het kabinet om dat met mij te bespreken, heeft dat onderling met mij afgehandeld, omdat het nogmaals geen financiële gevolgen had voor andere ministeries op dit moment. En dat elk alternatief, ook financieel, los van het vervoer, financieel slechter zou zijn. U heeft de briefwisseling met de heer Bos, heeft u gekregen. Ja. Maar dat wil overigens niet zeggen, als ik mag, dat dan niet op heel veel momenten. Excuseert u mij, dit is dus heel verschrikkelijk. Ik bel mijn broer op. Ik had hem uitstaan, maar ja, dat krijg je met die pauzes. Sorry. Wij hebben op heel veel momenten in alle openheid gesproken over het HSA-dossier. Ik herinner me nog mijn gesprek toen ik minister mocht worden met de formateur, meneer Balkenende. Dan heb je het ook direct over hoofdpijndossiers. Want die heb je als verkeersminister, heb je er een aantal, dat hoort erbij. Ik zei nog toen ik naar buiten kwam tegen journalisten, ik heb een goede doos Panadol gekocht met een knipoog. Dus het is op heel veel momenten is dit besproken. Alleen deze memorandum as such, vanwege zijn kleine aard, is een onderling verkeer met financiën, is die afgehandeld. U zegt, nog minister Bos, nog ikzelf vond het aan de orde om in de ministerraad te agenderen. Maar dit is ook de drive om gewoon zoveel als mogelijk informatie over te brengen. Als wij, daar ben ik wel van overtuigd, als wij hadden kunnen doorpakken, als de NS-HSA na al die gesprekken wel met de grote informatie op tafel was gekomen, die nodig was voor het bekijken van het echte grote verhaal. De gebruiksvergoeding, kan die naar beneden of niet? Ja, dan had je waarschijnlijk een aanpassingsdiscussie rond de concessieovereenkomst gehad. Dan was die, naar mijn inschatting, zeer zeker geagendeerd. Dus u zegt van nou, als in 2008 een volledige openheid van zaken was gegeven, dan hadden we misschien in 2008 de discussie al gevoerd die later door uw opvolger minister Schulz is gevoerd. Ja, wij konden en wilden niet verder gaan met dat memorandum dan uitstel van betaling en een procesafspraak over hoe je in lijn met de concessie omgaat met een mogelijk failliet binnen beperkingen. Wij konden en wilden niet verder gaan, omdat wij niet de informatie hadden en ook niet kregen waarop wij een verdere discussie konden baseren. Maar waarom heeft u het niet failliet laten gaan? Wij hebben bewust gekozen de HSA niet failliet te laten gaan binnen de beperkingen. Want ik kon het niet voorkomen. Mm-hmm. Het had zo kunnen zijn dat ze failliet waren gegaan. Maar binnen wat wij daar realitair aan konden doen, ze niet failliet te laten gaan. Omdat dat voor de treinreiziger een treinproduct had opgeleverd wat nog veel later op de rails kwam. En voor de belastingbetaler ook een nog zwaardere aderlating had betekend dan het maximale gevolg van het Memorandum of Understanding. Dat is in alle openheid afgewogen. Ja. Ook door de landsadvocaat en ook met de Tweede Kamer gewisseld. En de meerderheid van de Kamer steunde die lijn. Het is natuurlijk nog even weer terugkomen op het. U heeft dat ook gezegd, van dat het u, laten we zeggen, een bron van ergernis was. Eigenlijk veel meer dat NS die cijfers niet leverde of HSA. Hoe het nou werkelijk zat met de business case, met het financiële ondernemingsplan, hoe de werkelijke vooruitzichten waren. Maar kwam dat ook. Je zou ook kunnen zeggen, ja, dat komt ons eigenlijk ook wel goed uit als ministerie. Want wat niet weet, wat niet deert. Ja, nou, dat is niet mijn lijn, kan ik u zeggen.
En als u de gesprekken ziet die ik gevoerd heb, 7 op rij in 2008. Het feit dat ik zelf een gesprek vlak van tevoren geannuleerd heb. Dat ik gewoon aan de Staatswaterput heb gezegd, geen cijfers, ik praat niet eens meer. Dan geeft dat wel wat aan. Ik vond overigens datgene wat in uw gesprek met de heer Dupken op dat vlak naar voren kwam, vond ik heftig. Dat gezegd hebbende, probeerden wij te doen wat wij konden met de informatie die we hadden. En dat was in 2008, maar ook in 2009 en 10. Voorkomen dat door het feit dat de treinen te laat kwamen, in die tussenfase de boel zou omvallen. Want dan was de treinreiziger het grootste slachtoffer geweest. U vond nog even, u zei wat Dupken heeft gezegd, dat was heftig. Nou ja, als ik het op mijn manier parafraseer, kwam uit dat gesprek naar voren dat er een soort van bewuste strategie was om sommige informatie wel aan anderen niet te delen. En als ik me niet vergis, maar corrigeert u mij als ik het verkeerd begrepen heb, leek het ook zo te zijn dat er bewust via tariefsrestrictie vanaf het begin van de concessie, toen de concessie net gesloten was, geprobeerd is niet om zozeer om de treinkaartjes te verlagen en meer mensen in de trein te krijgen, maar bovenal om gewoon zelf vet op de botten te krijgen en dus terug te onderhandelen op het te hoge bod. En dat raakt mij niet zozeer alleen als minister, maar ook als Kamerlid, omdat wij in 2002 een hele intensieve discussie hebben gehad rond de vraag, moeten wij die tariefsrestrictie niet inroepen? En ik vond het een belangrijke discussie, want sommige mensen verkneukelden zich bij die 148 miljoen. Maar je moet oppassen dat goedkoop, want het geld komt binnen, niet duurkoop wordt. Pennywise, pound foolish, heb ik toen gezegd. De infrastructuur van de HSL, het bedrag is genoemd, kost heel veel miljard. En als je met belastinggeld zo'n dure infrastructuur aanlegt, dan moet je er maximaal voor zorgen dat zoveel als mogelijk treinreizigers onder een zo gunstig als mogelijke conditie, dus tarief, laag tarief, van die hele dure infra gebruik kunnen maken. Daarom hadden we die discussie rond die tariefsrestrictie in 2002. Van zouden we niet het bedrag per jaar verlagen? Want dan worden de kaartjes goedkoper, krijgen we veel meer mensen in die trein. En dat hebben wij uiteindelijk om maar één reden niet doorgezet. Omdat minister De Boer, die zelf tegen een tariefrestrictie was, want hij noemde ook het belang van het. U was daarvoor, hè? Ik was daarvoor. En een meerderheid, naar mijn inschatting, want mevrouw Dijksma van de Partij van de Arbeid was ook voor, een meerderheid van de Kamer was daarvoor. Dat was mijn inschatting tenminste toen in de discussies. En er is maar één reden waarom we dat toen niet hebben doorgezet. Dat was omdat minister Boer het gelijk aan zijn zijde had dat hij geen informatie kreeg, geen achtergrondinformatie over de business case, en dat hij dus niet kon uitsluiten de verdenking dat de NS of de HSA niet bezig was de kaartjes goedkoper te maken met die tariefsrestrictie en meer mensen in de trein te krijgen, maar vooral om vet op de botten te krijgen. En als dan achteraf dit gesprek tot je neemt, is dat heftig. Even afrondend, dat is ook een verklaring waarom u destijds, dus toen nog een motie ingediend heb voor die tariefrestrictie, zeg maar niet gesteund heb, omdat de business case, zeg maar de feiten vanuit de NS-zijde niet op tafel kwamen. En dan snapt u mijn harde woorden over het gebrek aan inzicht in cijfers. Als dat vanaf het begin, toen ik Kamerlid was, het begin van die discussie, 2000 pak en B2, in 2008, na 7 intensieve gesprekken op rij, nog niet tot die openheid leidt rond de aannames van de business case. Ik geef het woord aan de heer Elias. Ik heb nog één vraag over het voorgaande punt. We zijn het allemaal heel erg in detail en heel precies doorgegaan. Als je nou op een wat grotere afstand naar kijkt, dan probeerde u een aantal problemen tegelijk op te lossen. Maar dat gebeurt dan wel op een manier die later nog vergaande financiële gevolgen heeft. Was dat niet toch veel te riskant als je erop terugkijkt? Want later moest het probleem alsnog worden opgelost. Het is mijn inschatting dat het probleem sowieso linksom of rechtsom moest worden opgelost. En je ziet in die zin ook in het advies van de landsadvocaat, ik dacht advies nummer 2 van de 3, dat de landsadvocaat verschillende opties gewoon naloopt, inclusief de optie die mijn opvolgster, minister Schulz, uiteindelijk heeft gekozen, namelijk het oplossen van de HSA-problematiek en vervolgens onderbrengen in de hoofdconcessie, ook die wordt genoemd, heel nadrukkelijk.
Ik heb ook begrepen van mijn oud-ambtenaren dat in de discussie die is gevolgd, minister Schulz ook in alle openheid, maar dat kan ze beter zelf met u wisselen, verschillende varianten ook met de Kamer heeft gewisseld. Dus dat probleem kwam sowieso. Ik had liever gehad dat we die discussie al in 2008 hadden gevoerd. En misschien nog veel eerder, misschien wel in de tijd van mijn voorgangster. Want als het gewoon zo is dat je te veel hebt geboden, wat nu toch echt het beeld lijkt te zijn, dan leg maar liever gewoon alles open op tafel. Want je hebt elkaar hard nodig om die trein zo snel als mogelijk op de rails te krijgen. En het heeft mij gewoon teleurgesteld dat dat zo lang heeft geduurd. Ja. U zegt aan, dat waren varianten die de landsadvocaat aangaf, maar die draagt geen politieke verantwoordelijkheid. U had ook die andere variant eerder al kunnen inzetten, als u dat had gewild. Ik wilde dat niet inzetten, de grote oplossingsdiscussie, voordat ik inzage kreeg in de cijfers. Dat vond ik onverantwoord. En ik moet u zeggen dat de gesprekken die ik als televisiekijker vanuit deze zaal opgenomen heb mogen volgen, mij alleen maar gesterkt hebben in het beeld dat het verstandig was echte openheid van cijfers te eisen en maximale druk uit te oefenen. Ja. En het is nogmaals heel teleurstellend dat dat zo lang heeft geduurd. Zeker. En wij kunnen inderdaad bevestigen dat uit de stukken ook blijkt dat u dat gesprek op enig moment ook geweigerd heeft, omdat u die cijfers niet had. Dat is correct. In maart 2008, dan wordt de 22e voortgangsrapportage, ik herhaal de 22e voortgangsrapportage HSL Zuid voorbereid. Ja. Dat is een periodieke verslaglegging van het ministerie aan de Tweede Kamer over de HSL. Zeker. Uit de voorbereiding blijkt ons dat er voor is gekozen om in die aanbiedingsbrief alle verwijzingen naar de financiële positie van HSA en een mogelijk faillissement weg te laten. Waarom wordt de financiële situatie van HSA op dat moment niet met de Kamer gedeeld? Dat kan ik me niet herinneren. Ik kan u van mijn kant zeggen dat ik net grote openheid voorstond. En ik vind het op deze stoel gevaarlijk om te gokken of te raden. Maar ik weet wel uit die tijdspanne, dat wij geen informatie hadden. En dat dus het enige wat wij iedere keer maar weer hadden, was hun woord tegen onze vragen. Wij gaan failliet, wij dreigen nu om te vallen. Het zei men in 2004, ik zeg het op mijn manier, het zei men in mijn tijd. Maar vervolgens weigerde men informatie te geven. En dat was dus precies die problematiek waar je in die periode helaas in zat. Uit stukken in ons bezit blijkt een iets ander beeld. Daaruit blijkt dat die voortgangsrapportage tezamen met HSA wordt voorbereid. Was dat gebruikelijk overigens? Het zal zijn dat je daar contact over had, maar ik nam gewoon de beslissing wat erin kwam te staan. En ik denk dat u in die voortgangsreportages ook heel wat las wat voor de HSA niet prettige informatie was. Alleen ik probeerde wel, dat heb ik aan het begin van mijn ministerschap nadrukkelijk gezegd, zo kwaad en zo goed als het ging uit de juridische loopgraven te komen. Ja, nee, want ik trof dus die situatie aan dat mensen maanden niet met elkaar praten, allemaal vanuit deelbelangetjes, en de treinreiziger was de grote verlies. Nee, maar dat heeft u al eerder gezegd, maar wij treffen in de stukken aan, en dat verbaast ons, dat vanuit de kant van de HSA het ministerie van Verkeer en Waterstaat, topambtenaren die voortgangsrapportage moeten maken, er wordt gesuggereerd, je moet het alleen maar over ERTMS hebben, dat probleem met dat veiligheidssysteem als reden waarom iedere keer de boel vertraagd is. En overal nergens praten over financiële problemen, laat dat nou maar weg. En dat suggereert dan HSA aan topambtenaren van uw departement, daar hebben wij stukken van. Weet u daarvan? Nee, ik kan me dat niet herinneren. Ik kan mij, als u die stukken zo leest, als u het mij zegt, kan ik me uw vraag zeer wel voorstellen. Ik bied u aan om deze vraag aan mijn toenmalige ambtenaren voor te leggen en u daarna de informatie over te geven, want ik kan me dat gewoon niet herinneren. Ik weet alleen van mijn kant dat ik er niet voor, dat ik de relaties probeerde goed te houden, maar ik er echt geen schroom voor had om stevige dingen te zeggen daar waar dat nodig was. Nou, dat is mijn aard niet zo. U moet gewoon even van mij aannemen dat ik hier niet dingen zit te verzinnen. Wij beschikken over die mails en over die stukken. Er is dus gewoon verkeer waarin wordt gezegd, geschreven. Doe dat nou zo, dat is de beste manier. Heb het nou maar alleen over die ERTMS.
En laat alles weg wat te maken heeft met het proces van specificeren, certificeren, toelaten. Laat alles weg dat over de financiële positie van HSA gaat, eventueel faillissement. Heb het nou alleen maar over de problemen rond ERTMS. En de vraag die zich serieus dan aandient is of hier de Kamer niet zand in de ogen wordt gestrooid of misleid wordt. Nee, maar u zegt nu iets, maar de vraag is als, maar dat weet ik hier ook niet, allemaal die onderwerpen niet in die voortgangsreportage zijn gekomen, waarom die er dan niet in staan en waarom die keuze is gemaakt? En dat weet ik niet meer. We hebben altijd geprobeerd in alle openheid en heel uitvoerig de Kamer te informeren, zelfs veel uitvoeriger dan wat tevoren gebruikelijk was, ook na de lessen die ook Carla Peijs aan het eind van haar ministerschap heel duidelijk heeft getrokken. En daarom dat ik u aanbied, ik wil mijn toenmalige ambtenaren vragen of zij zich nog herinneren waarom wij bepaalde keuzes in die reportage gemaakt hebben. Maar ik kan me dat niet herinneren. En nogmaals, heb geen enkele herinnering dat ik mij beperkt voelde om te zeggen wat ik moest zeggen. En ik heb ook volgens mij geen herinnering aan het verkeer met de Kamer, dat men daar vond dat men heel veel informatie niet zou hebben. Dus. Het probleem is dat in die interne mails ook wordt aangegeven dat een topambtenaar van uw departement die lijn ook zelf onderstreept. Ik ken ook die mails niet, dus daarom dat ik u nogmaals aanbied, en dat is voor mij uit echt een gest, omdat ik ook vind dat dan hier waarheidsvinding moet zijn, dat ik graag dat nazoek en navraag en u dan laat informeren, want ik weet het gewoon niet. Dus. Ik schors 10 minuten.
heropen het verhoor en vraag de griffier de getuigen binnen te leiden. Meneer Eurlings, laat ik eerst beginnen met iets uit te leggen wat ook voor de mensen die dit verhoor volgen van belang is om goed te begrijpen. De commissie heeft veel informatie gevorderd van diverse partijen. En om begrijpelijke reden, waar de wet ook een mogelijkheid voor biedt, doen soms partijen aan de Kamer het verzoek om zaken vertrouwelijk in behandeling te nemen. En de commissie hecht eraan om daar hier zorgvuldig mee om te gaan. Eenvoudigweg omdat onze wet, die de basis heeft dat er informatie kan worden uitgewisseld, maar dus soms op basis van vertrouwelijkheid, omdat die wet ons instrument is als enquêtecommissie, willen we daar zorgvuldig mee omgaan. In dit geval hebben wij een stuk gekregen van de NS met een beroep op blijvende vertrouwelijkheid. De commissie maakt altijd een besluit om dat te honoreren of niet. Dat maakt ook dat we bij sommige stukken parafraseren, in een sfeer zetten en niet letterlijk citeren. Maar er zijn ook stukken waarvan de commissie ofwel later besluit het te gebruiken, ofwel meteen in een verhoor noodzakelijk vindt om op tafel te leggen. Dit was zo'n voorbeeld. Dit was een voorbeeld wat wij hebben gekregen van de NS, niet van de staat, omdat het begrijpelijk meer gaat over de infrastructuur en daar op dit moment vanuit hun deze vraag niet was gesteld, maar wij hebben hem wel gekregen. En daarom hebben wij net in de schorsing u deze mail ook gegeven. En ik denk dat u ook zult begrijpen waarom. Omdat het een mail is die in essentie gaat over de medewerking vanuit HSA aan informatieverstrekking aan de Kamer. En omdat er een verwijzing in staat van een medewerker van Verkeer en Waterstaat. En de commissie wil graag van de getuigen een reactie op deze mail. In het licht van de vragen die de commissie net heeft gesteld, op welke wijze de NS meewerkt aan voortgangsrapportage of informatie aan de Kamer, waar u al iets over gezegd heeft. Maar vooral ook de verwijzing naar de financiële positie en mogelijk faillissement weglaten, waarbij de commissie overigens gecheckt heeft of er iets gebeurt. En wij hebben moeten constateren dat dat ook daadwerkelijk voornamelijk is gebeurd. Meneer Eurlings, wilt u daarop reageren? Ja, ik ben u allereerst dankbaar dat u me de mail en de vertrouwelijkheid, u zelf zegt, heeft gegeven. Die geeft een hoop duidelijkheid. Want zonder hem nu letterlijk te gaan voorlezen, is het een mail van 26 maart 2008... over het al dan niet ingaan op de financiële positie van de HSA. Ik kan alleen maar gissen, want ik heb niet alle informatie over allemaal mails tussen apparaten op mijn geest. Misschien en waarschijnlijk heb ik deze niet eens gezien. Maar toch even een aantal opmerkingen. Allereerst gaat de voortgangsrapportage 22 niet over de periode maart 2008. Maar uit mijn hoofd najaar 2007 om en nabij. Een periode die wat verder terug ligt. Een feitelijke reportage over gecheckte en gevalideerde feiten. Ten tweede, de mail van 26 maart is slechts een kleine 5 dagen na het allereerste signaal wat ik als minister kreeg van de NS en de HSA op 21 maart, dat er nu toch echt acuut problemen zouden zijn. Ik heb zojuist in het gesprek met de heer Elias nog een keer gewag gemaakt en dat herkende hij van het feit dat ik heel veel later in augustus nog een keer een gesprek vlak van tevoren heb geannuleerd. Ik zeg, als ik nu geen informatie krijg, dan weiger ik nog te spreken. Zo hoog liep dat op. We hadden dus een eerste signaal, ik als minister, op 21 maart. Hadden nog geen te valideren informatie. En hadden die informatie al allerminst gevalideerd. En ten vierde ging de voortgangsrapportage niet over maart 2008. Dat zijn zomaar gedachten die ik me daarbij kan maken. En ik voel me daar in die zin comfortabel mee. Omdat als u de tijdslijn verder doorkijkt,
ik op 14 mei 2008 in een groot algemeen overleg met de Tweede Kamer in alle openheid heb gewisseld dat de HSA aangeeft in een lastige financiële positie terecht te komen door het ontbreken van locomotieven. Daar heb ik ook toegezegd dat nadere informatie volgt zodra er meer duidelijk is over mogelijkheden en onmogelijkheden. Dus in mijn, zoals ik nu kan inschatten, als mijn tijdlijn correct is, mijn eerste contactmoment met de Kamer, heb ik dat direct gewisseld en ook aangegeven wat het vervolg zou zijn. Een andere vraag is of onderbouwing die er niet is, die nog niet gevalideerd is, in een tijdspanne die niet thuis hoort in VGR 22, 4-5 dagen na het eerste signaal in die VGR moet komen. Ik zeg dit, vers van de lever, maar ik zeg dat vanuit het echte vertrouwen bij mezelf, want ik weet hoe ik daar op zat als oud-Kamerlid om gewoon alles gewoon naar buiten te gooien, alles op straat te leggen. Ik heb in mijn eerste debat daar net een speerpunt van gemaakt en heb daar ook vaker positieve opmerkingen van de Kamer over teruggekregen. Maar dat is nog iets anders dan iets wat zomaar weer een signaal is en op geen enkele manier nog te valideren is in een voortgangsrapportage neerzetten. Dus mijn inschatting, maar dat vind ik een beetje weinig comfortabel natuurlijk in het gesprek wat we hebben, maar mijn inschatting is dat het zoiets moet zijn, omdat ik ook daarna, direct daarna 14 mei in het eerste overleg met de Kamer, daar een heel groot punt van heb gemaakt en dat gewoon in openheid heb benoemd en de Kamer ook erbij heb gehouden gedurende de maanden die daarna volgden. In de mail staat expliciet dat het gaat over de conceptaanbiedingsbrief van die 22e voortgangsrapportage. Maar kunt u zich voorstellen dat als wij dat lezen, overal die verwijzingen weghalen en dat het ministerie dat eigenlijk ook al had aangegeven, gewoon vermelden dat het niet kunnen rijden een probleem is van de RTMS, dat dat de verbazing van de commissie heeft als wij zo'n stuk lezen? Maar zeker, en daarom zei ik al direct naar meneer Elias, ik kan me die vraag als u dat zo zou lezen zeer wel voorstellen, maar ik probeer u mijn inkleuring te geven. Dat er werkelijk geen enkele reden was om niet alles direct neer te schrijven. Maar de vraag is wel in welk document. En ik had natuurlijk wel, en staat u me dat toe, ik had wel heel vaak gehoord intussen dat van alles en nog wat niet zou werken en dat de zaak failliet zou gaan. En ik had tegelijkertijd heel vaak gehoord, je krijgt geen informatie. Mm-hmm. Dus dat heeft u helder gemaakt. Dus net na dat eerste gesprek, en ik heb zodra ik een overleg had met de Kamer op 14 mei, heb ik ook het proces wat net begonnen was, heb ik benoemd en met de Kamer bediscussieerd. Maar als ik u zeg dat in die 22e voortgangsrapportage, ook al waren er signalen, inderdaad die verwijzingen niet zijn gesteld, dat kunt u zich voorstellen dat het de verbazing van de commissie vergrootte? Dat het de bevestiging was van wat hier staat? Tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat u begrijpt dat voortgangsrapportage 22 een zeer feitelijke rapportage is van gevalideerde feiten, hoe wij staan. Dat het gaat over een andere periode dan de melding een paar dagen voor dat die rapportage definitief gedrukt wordt, dat er ineens toch een acuut probleem is waar ik nog niet eens iets van informatie over verder heb gekregen, behalve dat signaal. Een half jaar later zit ik nog te hengelen naar informatie. Ja, maar deze mail gaat dus over de conceptaanbiedingsbrief. Ja, dus er is een uitwisseling van hoe ga ik de Kamer iets toesturen? Welke aanbiedingsbrief doe ik erbij? Dat doet een ministerie altijd. Die stuurt een pakket en dan stuurt daar een brief bij. En dat daar dan zo over gewisseld wordt, dat is dan toch op zijn minst bijzonder. Ja, maar goed, ik weet niet wat erachter zat. Ik kan u alleen zeggen dat ik zelf geen enkele, zei ik nog, ik stond erop dat alles heel open werd gewisseld. De Kamer was er ook positief over in heel veel bewoordingen, heel veel debatten. En ik kan me dus, maar het is gissen, alleen maar voorstellen dat er oftewel echt inhoudelijk nog was van ja, daar komen jullie weer met zo'n signaal in 2004 bij Carla Peijs en daar nul onderbouwing. Of dat het gewoon was van het past niet in deze voortgangsrapportage, maar ik meld het wel aan de Kamer zodra ik met ze spreek. En dat heb ik gedaan. En ik zou ook werkelijk niet weten, en daarom voel ik me daar comfortabel bij, ik zou werkelijk niet weten wat er tegen zou zijn om dat in alle openheid te wisselen. Waarschijnlijk ook, zeg ik, omdat ik er altijd aan toevoegde, dat ik informatie nodig had, dat ik de business case nodig had. Dat heeft u helder gemaakt. Dus ik kon ook de druk opvoeren, ook via het debat met de Kamer. De heer Elias vervolgt vanmorgen. Ik stel nog één vraag over, wat u goed vindt. Wat vindt u, ik houd het gewoon heel feitelijk, wat vindt u ervan dat uw topambtenaren worden geadviseerd over de wijze waarop ze op de beste manier de Kamer in een bepaalde richting kunnen sturen door een kleur te geven aan de voortgangsrapportage? Wat vindt u van dat feit? Dat blijkt zonneklaar uit de mail die u voor u heeft liggen. Daar ben ik niet met u eens. Ik heb hier de mail voor me liggen, daar blijkt niet uit dat de Kamer een richting op wordt geduwd of dat er kleuring wordt gegeven. Daar blijkt heel feitelijk uit
dat een aantal verwijzingen worden weggelaten. De reden waarom dat is, en daarom zei ik, ik wil het ministerie nog wel vragen om te kijken, want dat kan ik zo ook niet achterhalen. De reden kan heel goed gelegen zijn in het feit dat er gewoon oneenigheid was, van daar komt de HSA weer. We hebben nog niet eens de eerste check kunnen doen of deze informatie ook maar iets van waarheid heeft. Nou, een voortgangsrapportage is een feitelijke rapportage waar ik als minister moet staan voor de waarheid en de feitelijkheid. En dan is het iets anders als je in een debat vervolgens over zo'n rapportage gewoon zegt, by the way, er is een hele andere discussie nu op gang gekomen die rond een mogelijk faillissement weet dat wij zo en zo, ik hou die op de hoogte. Dat is wat anders dan het ongevalideerd zwart op wit neerschrijven. En dat kan dus heel goed de reden zijn waarom dit zo gedaan is. Dat daar tweespalten voor was of dat het niet gevalideerd was en zeker niet in de termijn van die VGR hoorde. Dus dat is wat ik uit deze mail lees, gewoon sec. En zeker niet dat er een bewuste doelstelling zou zijn te kleuren. Dan zou ik zelf in de hoogste boom zitten als dat zo zou zijn. We nemen kennis van uw interpretatie. In de commissievergadering van 20 november 2008 meldt u aan de Kamer dat u op hoofdlijnen uit bent met de HSA. We zijn nu weer wat verder. Vanwege het bedrijfsvertrouwelijke karakter van de deal kunt u niet op alle details ingaan. En dan zegt u toe de Kamer spoedig met een vertrouwelijke brief en briefing nader te informeren. En die brief verstuurt u op 10 december 2008. En in die brief aan de Kamer gaat u in op de opbrengsten van de HSL Zuidconcessie wanneer deze opnieuw aanbesteed zou worden. Dus stel dat we zouden stoppen en dan moeten we eens kijken wat er dan gebeurt. En die inkomsten zouden dan aanmerkelijk lager zijn dan de concessieovereenkomst die nu is overeengekomen. U schetst daarbij een hypothetische opbrengst van een bepaald bedrag dat het zou zijn, stukken lager dan wat het dan uiteindelijk via het vehikel van de HSA beoogd was te worden. Welk bedrag was dat waar u op uitkwam? Uit mijn herinnering. Als er een alternatief zou worden gevonden? Nou kijk, waar wij tegenaan liepen was dat als de HSA zou omvallen, en u weet dat de NS daar soms mee zinspeelde, negatief gezegd wat dreigde, van misschien geven we het wat terug en stoppen wij ermee, dat je dan niet meer het binnenlands gedeelte van die hoge snelheidslijn exclusief kon aanbesteden. Daar kwam bij dat de economie anders was, et cetera. Wij schatten uit mijn hoofd in dat de waarde eerder om en nabij de 50 miljoen zou liggen dan om en nabij de 100 miljoen gebruiksvergoeding die wij minimaal moesten blijven vragen aan de HSA. En daar zit dus het verschil in voor de staatskas. Als de HSA in de concessie blijft, heb je in het allerslechtste geval nog minimaal 100 of 101 miljoen per jaar. Als je het teruggeeft naar de markt, heb je niet alleen veel later de treinen, maar heb je ook om en nabij de 50 miljoen nog maar. En dus een stevige financiële aderlating. Welke onderzoeken heeft u laten uitvoeren om dat bedrag van die 50 miljoen te valideren? Dat kan ik zo niet zeggen, moet ik u zeggen. Ik kan alleen constateren dat door mijn opvolgster uiteindelijk dit pad begaan is. En als ik goed ben geïnformeerd, kwam zij uiteindelijk uit op om en nabij de 60 miljoen. Wat de waarde nog was. Nou, dan zit je toch in diezelfde bandbreedte ongeveer. Dan zit je aanmerkelijk lager dan de 100 miljoen die je moet vragen. Zeker, alleen minimaal moet vragen. We kunnen niet vaststellen waar het bedrag vandaan kwam. Of het niet een slag in de lucht is geweest. Of hoe kwam je aan dat cijfer? Ik kan dat nu niet reproduceren, maar nogmaals, in de praktijk van mijn opvolgers is gebleken dat het misschien dat geen 50, maar 60 miljoen was. Dus inderdaad om en nabij die grootte. U moet daarbij ook in ogenschouw nemen dat als we nu iets hebben geleerd van die bieding, begin van de nieuwe eeuw, is dat iedereen ernaast zat wat de precieze hoogte was. Dus het blijft gokken. Maar dat die aanmerkelijk lager zou zijn, omdat de HSA nog wel het exclusieve recht had, maar je die in de toekomst niet meer kon gunnen. De zogenaamde Dutch waiver, de Nederlandse uitzondering, was vervallen. Die is natuurlijk, die staat boven iedere twijfel verheven. En dat je dus aanmerkelijk lager uit zou komen dan de tweede bieding in de oude situatie, was daarmee ook buiten twijfel verheven. In ieder geval was het, vanuit u gezien, een sterk argument om de Kamer te overtuigen het pad dat u voor u zag, namelijk doorgaan met HSA. Het voornaamste argument voor mij was en is dat ik alles op alles wilde zetten, met wie dan ook, om die treinen zo snel als het kon op de rails te krijgen.
En ik zeg ze juist, als gebleken was uit ons intern onderzoek dat dat sneller had gekund zonder de HSA, had ik er geen enkele moeite mee gehad de HSA te laten afzinken. Maar omdat ons onderzoek, gesteund door de landsadvocaat, liet merken dat het veel erger zou worden voor de treinreiziger als de HSA failliet zou gaan, nog veel erger, hebben wij binnen de beperkingen die golden gekozen voor het overeind houden van die HSA. Dat was de hoofdreden. Daarbij was financiën natuurlijk een tweede reden, want de minister van Financiën keek ook mee, dus ook naar de staatskas, dan ten derde. En dat was door alle ergernis rond het niet uitwisselen van informatie, vond ik het wel fijn aan het memorandum dat het nadeel in die zin een voordeel werd. Omdat wij geen informatie kregen, hebben we de lijn gekozen pas over 3 of 4 jaar op basis van echte daadwerkelijke cijfers, in plaats van allemaal guesstimates en informatie die wij nog niet gekregen hadden. Ja. U laat aan de Kamer weten dat HSA de beschikking heeft over een garantiekapitaal van 200 miljoen euro, hè, vaker besproken. Eerder vandaag hadden we het met u over het feit dat er leningen waren verstrekt door de NS aan HSA op zodanige condities dat met terugbetaling eigenlijk dat garantiekapitaal al zou verdampen. U zei toen, ja, daar wist ik in ieder geval niet van. Daaruit moet ik afleiden dat de Kamer daar dus ook niet van wist. Want u heeft de Kamer daar in ieder geval niet over kunnen informeren. Sorry, kunnen we die nog een keer herhalen? Excuus. Sorry. We bespraken eerder. Er was een garantiekapitaal van 200 miljoen bij HSA. We bespraken eerder dat de NS op bepaalde voorwaarden leningen heeft verstrekt aan HSA. Om te zorgen dat, dat ze voort konden. Maar die waren op zodanig manier vormgegeven dat op dag 1 dat de exploitatie zou beginnen, die leningen moesten worden afbetaald. En dat kon natuurlijk alleen met het bestaande vigerende garantiekapitaal. Daarvan hebben wij eerder vastgesteld in het verhoor dat u van die voorwaarden die ik net noemde, die de NS aan HSA stelde, waaronder die leningen ter beschikking werden gesteld, dat u daar niet van wist. En dus is nu mijn vraag, de Kamer wist dus ook niet van die leningen, van de voorwaarden en dus ook dat het garantiekapitaal al heel snel zou zijn verdampt als het zou moeten worden aangesproken. De Kamer wist absoluut dat het garantiekapitaal snel zou zijn verdampt als het moest worden aangesproken. Ik heb u zojuist, toen we die eerdere discussie hadden, heel nadrukkelijk het onderzoek van PwC laten zien dat een validatie was van de kostenstaat van de NS, de gegevens die men uiteindelijk leverde. En ik heb u ook gezegd dat de discussie in de Kamer er eentje was dat van die 200 miljoen in 2009 en 2010 al 150 miljoen, dus driekwart, puur zou verdwijnen door de rekening die de HSA aan de staat zou moeten betalen. 150 miljoen. En mijn vraag is, het was dus eigenlijk nog erger, omdat, wat velen niet wisten, de NS die leningen op die merkwaardige voorwaarden had verstrekt, waardoor meteen, zodra er verdiend zou worden, de afbetaling plaats moet vinden en dus dat garantiekapitaal in nog sterkere mate zou moeten dat worden aangesproken. Dat kan, en als u en dat heeft u zeker gedaan, de stukken goed heeft gezien, zag u ook dat het vertragen van de terugbetaling van die lening op een gegeven moment door ons is geopperd als een van de onderdelen van het totaalconcept. Ik constateer dat we daar niet in geslaagd zijn, net zoals de vergroting van het garantievermogen we niet in geslaagd zijn. De RTMS-claim zijn we wel ingeslaagd. Dat is gewoon het reële verhaal. We hebben dat via de aandeelhouder proberen te spelen. Ik constateer dat hier voor de kosten aan de kant van de NS of de HSA zelf 50 en 10 miljoen cashflow exclusief gebruiksvergoeding, min 50 miljoen en min 10 miljoen staan. Ik kan nu niet inschatten hier hoe verschillend het geweest was als die leningen later waren terugbetaald. Maar ik ben het dus met u eens. Meneer Elias, ik ben het gewoon met u eens dat dat niet geholpen heeft dat de NS haar dochter die leningen direct wil laten terugbetalen. Na uw brief van 10 december, waar we het net over hadden, volgt op 17 december 2008 een vertrouwelijke briefing aan de Kamer. En ook acht u het wenselijk dat de Kamer nog voor het reces, kerstreces dus in dat geval, instemt met dat veelbesproken memorandum. Waarom die haast? Er was een acuut probleem, dat was gebleken en ik vond het ook goed om dat wel met elkaar snel en intensief te bediscussiëren.
Als er geen acuut probleem was gebleken door de screening van PwC, dan hadden wij de noodzaak tot het memorandum op dat moment veel minder gevoeld. Ja. Op 20 november, u zegt we hadden maar haast, gaf u aan dat u er op hoofdlijnen uit was en dat u dat snel in een vertrouwelijke brief aan de Kamer zou gaan toelichten. En waarom heeft het dan tot 10 december geduurd voordat die vertrouwelijke Kamerbrief gestuurd kon worden? 30 dagen? Nou, u ziet hieruit, vind ik wel grappig, als je het zo noemt, dat ik de Kamer altijd gewend was onmiddellijk te informeren als iets gebeurde. Als u het zo zegt, zoals u het zegt, heb ik de Kamer dus geïnformeerd dat er een conceptmemorandum was wat de overeenstemming had, nog voordat alles formeel was afgehecht. En dat is precies zoals ik het zelf voelde. Ik probeerde altijd de Kamer volledig deelgenoot te maken van de dingen die gebeurden. Vervolgens is op 3 december het akkoord gekomen van de minister van Financiën, nadat ik hem eind november daarover heb gesproken. Ze heeft 3 december daarop teruggekomen. Dus dat was in elk geval een van de dingen die nog formeel moest worden. Ja. U weet dat het ministerie van Financiën via de ambtenaren in de werkgroep continuïteit van het begin tot het eind mede aan dit proces heeft gezorgd. Maar was de reden niet dat u gewoon moest wachten op het akkoord van minister Bos en daarmee op de brief over het superdividend van de NS? Daar staat me echt niets van bij. Nee. Maar daarom vraag ik het u ook. Omdat dat ook weer in relatie staat tot die eerder besproken brief van 10 december van de president-commissaris van de NS en de president-directeur van de NS, waarin heel nadrukkelijk door hen in de richting van financiën de koppeling werd gelegd tussen oplossing van het HSA-dossier en het superdividend. Maar toch even met de tijd gewoon de feiten in de hand. Is op 2011 een principeakkoord rond het memorandum, ook met de directie van de spoorbedrijven. En op 3 december geeft Wouter Bos zijn fiat. Ik heb de data rond superdividenddiscussies niet helemaal helder. Ik constateer overigens dat er meer eisen waren van de NS, verlaging van de concessietarieven en weet ik niet wat. We probeerden van alles te verbinden aan onder andere een oplossing van de HSA. Ik weet niet of dit de oplossing was, die MOU, want meneer Meerstad was niet tevreden. Zei ze juist, had graag meer gewild. Het was geen eindoplossing. Maar dat alles gezegd hebbende, volgens mij is dat dividend pas ergens in 2009 heeft dat zijn weerklank gekregen. Ja. Dus ik herken dat niet. De koppelingen die dus in die brief van de NS aan de aandeelhouder minister Bos worden gelegd, ja, die kunt u niet aan de Kamer gemeld hebben, want u was van die kwestie niet op de hoogte. De NS die koppeling legde. Maar ja, u zegt, de minister Bos heeft bij brief van 3 december al ingestemd. Dus het kan moeilijk waar zijn dat er daarna nog een soort koppeling wordt gemaakt door de NS, toch? Dat is uw antwoord tot nu toe een paar keer geweest. Ik heb u gezegd dat ik gewoon niet weet of een NS nooit een keer in een gesprek heeft gezegd, weet dat wij ook nog met de overheid bezig zijn met een superdividend. Ik weet dat Financiën zelf heeft gemeld naar Verkeer toe, wij willen de discussie rond dividend, of dat nu superdividend of dividend was, niet verklutsen met een mogelijke vergroting van het garantievermogen. Maar voor mij en in de discussie rond het MOU, is het MOU op zijn eigen merites is dat opgesteld en beoordeeld. En het was een klein MOU, omdat we het grote verhaal niet konden aanpakken, omdat ik nog steeds geen informatie kreeg in 2008 rond het grote verhaal. En meneer Meerstad zei zojuist, hij zei het heel helder, dat hij niet echt tevreden was dat hij verder had willen gaan. Ja. Dus dat is zoals ik het MOU beleefd heb. Ook in minst genomen is er ruimte voor de interpretatie dat er ook wel degelijk verbanden liggen bij de totstandkoming van dat memorandum met het superdividend. Nee, meneer Elias, dat vind ik toch een erg vrije interpretatie. Ik probeer u naar eer en geweten van mijn herinnering te antwoorden. Ik kan mij op geen enkele manier herinneren dat er een verband is gelegd tussen dat MOU en de hoogte van het superdividend of wat dan ook. Dat voor mij als minister van Verkeer een rol speelde bij een totstandkoming van een MOU. Ik heb het MOU gesloten omdat het vallen van de HSA voor de treinreiziger het slechtste scenario zou zijn. En voor de belastingbetaler ook een heel slecht scenario. Dus uitstel van betaling en een procesafspraak als later in de tijd bleek dat de problemen echt onoverkomelijk waren. Maar goed, dat is dus ook goed dat we uw kant van de zaak hier aan de orde hebben en uw verklaring dat is zoals ik mij eerlijk herinner. Tot ons kunnen nemen. En dat is dan vermoedelijk ook de reden waarom u als Kamerlid Roemer u in een besloten briefing vraagt
of u een gentleman's agreement heeft afgesproken tussen dit dossier en het superdividend, dat u dan antwoordt aan hem, nee, absoluut niet. Kan toch niet duidelijker zijn? Dan had misschien de heer Roemer die vraag aan de heer Bos moeten stellen, maar die zat er niet bij op dat moment. Ja. Meneer Van Gerwen. Uw punt is helder. Kan ik trouwens in die zin constateren dat ook de heer Bos in elk geval in de brief die ik zie geen enkele referentie maakt aan een superdividend. Dat is de informatie die ik hier heb liggen en ik kan me ook niet herinneren. Sorry meneer Van Gerwen. Sorry voorzitter. We gaan naar het start van het vervoer. Want uiteindelijk wordt er toch gereden. En ook de kwestie van de niet-handhavingsbrief. Op 1 juli 2009 is het zover. Dan is die vervoersconcessie van kracht. En een paar maanden later gaat in september gaan dus de treinen rijden. En er wordt met tijdelijk materieel gereden, niet de V250. Eindelijk vervoer over de HSL Zuid, toch? Hoe was dat voor u? Een heel erg dubbel gevoel. Van de ene kant ben je gewoon blij dat er eindelijk een trein over dat spoor rijdt. Want zelfs die tijdelijke trein ging met veel hoofdbrekens gepaard. Want daar kon ik zelf er bovenop zitten. Ik heb keren met president Navarri van Bombardier gesproken. En ook daar kwam die trein maar later en later. En men had die ERTMS niet onder controle. Dus dan ben je blij als dat in elk geval lukt. Maar als je dan heel eerlijk bent. Als je kijkt naar wat de bedoeling in het begin was. Hoe snel daar heel veel treinen zouden rijden. Niet alleen tussen Amsterdam en Rotterdam, maar ook de grens over en Breda en Den Haag. Dan is het natuurlijk zwaar teleurstellend dat er zo weinig zo laat is. Ja, ja. Dus u had daar een dubbel gevoel bij. Heel dubbel. Heel dubbel zelfs. U stuurt ook rond 1 juli een zogenaamde niet-handhavingsbrief. Wat houdt dat in, een niet-handhavingsbrief? Daar schiet mij de kennis even tekort. Dat is erg. Nou, u heeft een brief gestuurd. Kunt u me even helpen? Want dan herinner ik me misschien, excuus. Nou, u heeft een brief gestuurd dat u de HSA niet houdt aan de afspraken om aan de concessieovereenkomst te verdienen. Maar zou dat dan, het is gek dat ik u die vraag moet stellen, maar zou dat niet dan te maken hebben met de minimumbediening die de HSA had afgesproken? In normalere woorden, het minimum aantal treinen per tracédeel. Zou het dat er niet zijn? Maar als het dat is, dan kan ik me dat natuurlijk heel goed voorstellen. Want als men de treinen niet heeft, kan men ook niet die bediening doen. Dan kun je dus ook niet gestraft worden voor het feit dat je niet zoveel treinen laat rijden als je had afgesproken. Maar HSA was toch verantwoordelijk, zeg maar, om, want dat was de afspraak. Hè? Medio 2009 gaan die treinen rijden. En in 93 minuten van Amsterdam naar Brussel enzovoorts. Dat maken ze niet waar. Dus dan had de overheid kunnen zeggen, luister, we gaan toch HSA daaraan houden. Dat die afspraak wel wordt nagekomen. Maar u stuurt een brief dat u zegt, u hoeft die afspraak niet na te komen. Ja, maar dat vond en vind ik reëel. Ik zou ook de a contrario opstelling een heel erg verkeerde vinden. Dan had ik namelijk willens en wetens de HSA aangepakt op iets wat men niet kon leveren. En had ik dus het risico gehad weer terecht te komen in het scenario wat ik met het MOU net probeerde te voorkomen. Dat men in die ingroei dreigde om te vallen, het niet zou redden. En daarvan heb ik u gezegd dat binnen alle beperkingen het een bewuste politieke keuze is geweest om de HSA niet omver te laten vallen in die eerste jaren. Binnen dat beperkte wat we konden doen, omdat anders gewoon de negatieve gevolgen voor de treinreiziger... Ja. Veel want, groter waren. Want had u wel een handhavingsbrief gestuurd, dan wat was er dan gebeurd? Dan had ik moeten handhaven, als het inderdaad is, slaat op het... ik zie u knikken, zeker. Dus daar ga ik ervan uit. Want ik sta onder ede, dus ik moet precies zijn en dat wil ik altijd zijn. Als het gaat om het aantal treinen wat per uur moest rijden, dan weet je van tevoren dat men het niet kan waarmaken. En verval je dus weer net in die situatie waar ik heb geprobeerd uit te komen. Die juridische loopgraven, waarin je vanuit deelbelangetjes elkaar bevecht, soms maanden niet met elkaar praat. En uiteindelijk is de treinreiziger en de belastingbetaler de grootste verliezer. En ik heb net geprobeerd binnen datgene wat qua staatssteun mogelijk was en niet mogelijk was, niet mogelijk dus,
binnen de staatsinregeling wat mogelijk was met de concessieverlening, concessierecht, aanbestedingsrecht. Ik heb geprobeerd om binnen datgene wat mogelijk was uit die loopgraven te komen. Ja, want wat ik vind dus, als ik mijn collega in België zag, die was met de NMBS, zullen vast problemen zijn geweest. Als ik collega's in andere landen zag, dan bekroop mij wel het gevoel dat wij in Nederland er een heel groot juridisch instrumentarium van gemaakt hebben. Iedereen met deelbelangen, iedereen met juridische posities ten opzichte van elkaar. Soms heb je het gevoel dat er vanuit de toenmalige drive om vooral marktwerking heel sterk neer te zetten, dat de NS als een marktpartij moest en zou worden neergezet, terwijl het eigenlijk vervolgens die rol niet speelde of niet kon spelen. Ja. En ik heb net geprobeerd om daaruit te komen en te zeggen, zeker, het is in het gezamenlijk belang dat wij samenwerken en kijken binnen de grenzen van het mogelijke dat wij reëel zijn, gewoon reëel. Dus u heeft op basis van de realiteit, laat ik het zo concluderen, gezegd, nou ja, HSA kan nu die treinen niet leveren, want ze zijn er niet. Dus kan maar ten dele aan de concessie voldoen, aan de concessievoorwaarden. Ja. Maar daar ga ik mee akkoord. Had ik gehandhaafd, dat had toch geen enkel doel gediend. Dan verder juristerij en verder loopgraaf. Ik vind het heel logisch dat als je van de ene kant zegt, door het uitstel van betalen voorkomen wij dat de HSA failliet gaat als men aan ons de rekening moet betalen, maar nog geen inkomsten kan krijgen omdat er geen treinen zijn, dat je dan ook niet als een politieagent gaat bestraffen omdat die treinen er niet zijn. Dan voorkom je dus dat handhaven, want je voorkomt ook dat men failliet gaat omdat men geen inkomsten heeft. Je probeert gewoon die tussenperiode te overbruggen. Dus ik vond het volstrekt logisch dat dat een onderdeel was van die aanpak. Goed, het woord is aan de heer Elias. Ja, we gaan naar het eind van dit verhoor, meneer Eurlings. We zitten in maart 2010. U bent inmiddels demissionair minister. NS en HSA presenteren een business case van HSA die nog weer veel slechter is dan voorzien. Verbaasde u dat in maart 2010 dat de boel zo snel weer zoveel slechter was geworden? Ja, en ik baalde er ook wel een beetje van, omdat ik nu net het charmante van de Memorandum of Understanding afspraken vond, dat wij eerst in de praktijk in zijn volheid zouden gaan zien wat het product zou gaan opleveren, voordat we conclusies trokken. Nou, toen kwamen we met het signaal van het gaat toch helemaal mis. En daar zag je direct wel de meerwaarde van het Memorandum of Understanding. Want u wist het tenminste. Ja, het ministerie heeft direct gezegd, sorry, u heeft nu zelf keihard ondertekend dat wij pas verder gaan praten als u informatie op tafel legt. Dus eerst informatie en dan praten wij verder. Dus dat hielp in die zin wel. Ja. Eind september 2010 verschijnt een bericht in de Duitse Financial Times. We hadden al heel even over het overnameproces van Arriva Duitsland. Ja. Abellio, dat is het bedrijfsonderdeel van NS dat de buitenlandse activiteiten uitvoert, die zou een van de potentiële kopers zijn. Dat is nogal een opvallende situatie, laat ik het neutraal formuleren. Aan de ene kant doet de NS een beroep op u, de staat, als het gaat om de problemen bij HSA. En tegelijkertijd heeft het Nederlandse staatsbedrijf NS grote buitenlandse investeringsplannen. Hoe keek u daar tegenaan? Ik vond dat heel moeilijk en volgens mij heb ik op een notitie die ik ergens ochtends vroeg tegenkwam ook de nodige stevige taal geklad, waarin ik mijn ongenoegen liet merken. Ik vond het niet geloofwaardig dat je van de ene kant niet extra wil investeren in je dochteronderneming die het moeilijk heeft en voor je eigen land zo belangrijk is, met die hoge snelheidsverbinding die op gang moet komen, dat je van de andere kant honderden miljoenen lijkt te gaan investeren in een buitenlandse deelneming. En toen? Toen zijn we met financiën in gesprek gekomen over hoe hiermee om te gaan. En wij hebben als verkeer ons op het standpunt gesteld dat wij hier slechts mee akkoord wilden gaan als de Nederlandse spoorwegen minstens het bedrag dat men in Abellio wilde stoppen, 300 of 400 miljoen volgens mij, en dat Duitse Arriva, wat Abellio zou gaan overnemen, dat men minstens datzelfde bedrag stopte in extra garantiekapitaal voor de HSA. Dat was onze stelling. Ja, dat vond u natuurlijk een gerechtvaardigd verzoek. Was het ook juridisch en technisch en zo houdbaar?
Dat weet ik niet, moet ik u eerlijk zeggen, of we dat helemaal hadden kunnen tegenhouden. Ik constateer ook dat Financiën meedacht, maar een iets minder harde tekst voorstelde. Dat zei dat de NS alles binnen het redelijke moest doen richting de HSA, dus dat liet meer ruimte. Dat was de discussie die wij met Financiën hadden. Maar ik was wel klaar voor die discussie, juridisch of niet. Ik wou die discussie wel aan of hier nog maatschappelijk draagvlak voor was. En dat komt ook dus voort uit jarenlang weinig informatie krijgen, uiteindelijk wel een aantal dingen binnenhalen bij het MOU, maar niet die verruiming van het garantievermogen. Het was wel een moeilijk moment wat dat betreft. En toen hebben wij ook echt gezegd, als jullie dit doen, dan vinden wij dat dat alleen kan als jullie ook dat garantievermogen vergroten. Het is later niet doorgegaan, die overname. Ja. Maar was het niet ook een moeilijk moment omdat u toen geconfronteerd werd met het feit dat de NS u weer te snel was afgeweest met dat hele MOU? Nee. We hebben nooit getwijfeld aan de vraag of de Nederlandse spoorwegen niet in staat zouden zijn het garantievermogen voor de HSA verder te vergroten. Wij constateerden dat de Nederlandse spoorwegen er niet toe bereid waren. En ik heb u in alle redelijke inschatting gezegd dat ik dus op dat punt ook via de lijn met Financiën niet ben geslaagd. Ik heb wel het punt binnengehaald van de ERTMS-claim van zeker 200 miljoen. Dus wat dat betreft, you win some, you lose some. Maar ik vond dat wel moeilijk, want we hebben niet voor niks gepleit bij de NS om het garantievermogen te vergroten. Ja, als dan uiteindelijk wel de bereidwilligheid is om honderden miljoenen in het buitenland te steken. En je zit sowieso in een tijdspanne waar, gelukkig vind ik, waardeoordeel, de NS weer meer een maatschappelijke organisatie is aan het worden, met focus op haar maatschappelijke hoofdtaak. Dan vind ik het onverkoopbaar dat je honderden miljoenen in het buitenland gaat investeren, maar niet extra wil investeren in de HSA. Ja. Maar goed, als het was doorgegaan, die plannen, als het aan u gelegen had, had u ook daadwerkelijk ongeveer hetzelfde bedrag van de NS weer in de HSA. Dat was mijn stellingname. Ja. Kon u daar afspraken maken met uw collega De Jager, die in dat demissionaire kabinet minister Bos inmiddels als minister van Financiën was opgevolgd? Nou, zover als ik het dus heb kunnen achterhalen in mijn stukken, gingen de teksten op en neer. Dat was de zogenaamde letter of intent, van hoe ga je daar dan mee om. En dat ging op en neer waarbij Verkeer en Waterstaat zich zette op een punt dat het garantiekapitaal met minstens het bedrag van Abellio moest worden verhoogd, 300 tot 400 miljoen. En Financiën wel meedacht, maar de zinsnede wat ruimer liet zinsneden dat, ik zeg het op mijn manier, de NS richting de HSA het redelijke zou doen. In de vorm van dus bijspringen wanneer nodig. Nou, het is nooit tot een definitieve tekst gekomen, omdat die investering niet is doorgegaan. Terugkijkend, was u blij dat u zelf het NS-dossier bent gaan doen en het niet aan uw staatssecretaris, uw gehele staatssecretaris, voor het eerst sinds lange tijd kwam er weer een staatssecretaris op het departement, dat u het zelf bent gaan doen? Er was al een staatssecretaris voor mij, dat was staatssecretaris Schulz onder minister Peijs. Ja. Dus er was een staatssecretaris, alleen de NS viel nu aan de minister en die is ook wel eens aan de staatssecretaris gevallen. Ik was daar zeer blij mee, omdat je als minister niet alleen minister wordt voor gemakkelijke opdrachten, maar juist ook om je rug te rechten en in moeilijke dossiers altijd het maatschappelijk belang voor op te houden. En ik realiseer mij zeer dat in dit soort discussies weinig prijzen worden verdiend en dat er heel veel reden is om kritiek te hebben en vragen te stellen bij wat gebeurde. Maar ik ben er wel van overtuigd en kan mezelf in die zin recht in de ogen kijken dat wij binnen alle moeilijke keuzes het minst slechte pad hebben bewandeld. Hoe onvolkomen en onbevredigend sommige dingen ook nu nog aanvoelen en blijven. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit verhoor waarin we elkaar langdurig recht in de ogen hebben gekeken. Ja. Maar waarbij het dan nu toch tot een einde komt. Sluit de vergadering.